Ja, bezoekers mogen ook op de laatste rij zitten. Hè. Op de, bedoel, op de groene stoelen, als ze willen. Dan ziet je iets beter, dan ziet je iets beter wat hier vooraan gebeurt. Tot ze vol zijn. En de anderen moeten dan maar op de zwarte stoel blijven. Collega's, goedemiddag. We gaan eraan beginnen, stel ik voor. De technische problemen zijn opgelost. Even situeren wat deze hoorzitting inkadert. Die kadert in een adviesaanvraag van de commissie Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken enzovoort. De collega-commissie van ons. Waar een decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiering aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels in zaken de dotatie aan de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Dat is het kader dus. Wat hier gebeurt, deze hoorzitting, kadert in het advies dat in principe volgende week geagendeerd staat op de reguliere commissie waar de parlementsleden samen dat advies opmaken, bespreken enzovoort en dan overgemaakt wordt aan een andere commissie. Ziezo, dat is het kader. Collega's, ik denk dat we een verslaggever moeten aanduiden voor deze hoorzitting. Twee kandidaten. Meerderheid, oppositie. Is het meerderheid en oppositie. Draag mevrouw Caroline Bastiaans voor. Voilà. En mevrouw Idrissi heel is zeer geïnteresseerd om mee te werken. Akkoord dat we twee verslaggevers aanduiden. Ja, bij deze is dat geregeld. De sprekerslijst even meegeven in de volgorde en hoe we werken. Eerst Simon Keenes, die zit er al. Die mag straks de spits afbijten namens de Vlaamse Jeugdraad. Dan Bruno van Opbergen, de kinderrechtencommissaris. Dan het netwerk Armoede, dat is mevrouw Hilde Linssen, heb ik begrepen. Dan namens FOV, VVC en VVBAD, Lisbeth de Winter, Evi Gilliard en Bruno Vermeeren. Sorry, ja, Evi, ik spreek dat altijd verkeerd uit. Ja. Dan voor het ESB, David Nassen en Danny Puny. En tenslotte, vanuit de academische wereld, Philippe de Rink. Die er nog niet is en die wellicht iets later ging zijn. Hè. Zo is het. Ik denk dat we de vraagstelling vanuit de zaal misschien ook best een beetje groeperen. Ik weet het niet, als u daarmee akkoord gaat. Het zijn natuurlijk wel wat uiteenlopende, maar ik stel voor de eerste drie sprekers een vragenronde te doen na de eerste drie sprekers. De kinderrechtencommissaris, de Vlaamse Jeugdraad en het netwerk tegen armoede. En dan doen we luisteren we naar de sprekers van FOV, VVC en VVBAD en dan doen we opnieuw een vragenronde. Dan sport, ISB. Omdat die wat? Al het weer over jeugd gaan. Kunnen we ook doen. Ja, zo op die manier. En dan sport nemen we ook apart, denk ik. De problematiek is apart genoeg om dat ook zo te doen. En tenslotte Philippe de Rink, die we dan ook kunnen bevragen. Nou, dat is oké. Dus de eerste is samen. Dan geef ik nu graag het woord aan Simon Keenes, alstublieft. Dank u wel. Goedemiddag allemaal, ik ben Simon Keenes. Ik werk voor de ambassade en ik vertegenwoordig hier vandaag de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaamse Jeugdraad is een spreekbuis voor kinderen en jongeren. Dat is een officiële adviesraad van de Vlaamse regering. Als we het hebben over kinderen en jongeren, gaat dat in Vlaanderen en Brussel over meer dan 2 miljoen kinderen en jongeren. En waarvan er minimaal 580.000 kinderen actief deelmaken van het jeugdwerk of daar zelf vorm aan geven. We doen dat met een budget van 72 miljoen euro, onder meer met een budget van 72 miljoen euro. En dat is slechts 0,2% van de Vlaamse uitgavenbegroting. Ik wil maar zeggen dat we met heel weinig middelen heel veel proberen te doen. En als we dat nu merken, dat het verdwijnen van 1/4 ervan, zo'n 20 miljoen euro in het gemeentefonds, dat zorgt dan ook voor dat we graag wegen op dit debat. We danken jullie dan ook voor de uitnodiging.
Om het probleem te kaderen heeft de Vlaamse Jeugdraad een filmpje gemaakt waar we helder onze angsten en verwachtingen in duiden. Ik stel voor dat we daar even naar kijken. Nu wordt het moeilijk. Ziezo. Geduld. Er verandert heel wat in de manier waarop de Vlaamse overheid het jeugdwerk en jeugdbeleid ondersteunt. Vroeger kregen gemeenten geld als ze beloofden werk te maken van 3 doelstellingen. Het ondersteunen van het lokale jeugdwerk, speelpleinen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen. Het ondersteunen van bewerkingen die aandacht hadden voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. En jongerencultuur. 3 prioriteiten die in overleg met de sector en de overheid samen naar voren werden geschoven. Vanaf 1 januari 2016 geeft Vlaanderen geld aan steden en gemeenten om zelf hun jeugdbeleid te ontwikkelen, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Gemeenten krijgen hetzelfde geld, ja, er wordt echt 10% op bespaard en het is niet geïndexeerd, maar we moeten niet dezelfde doelstellingen bereiken. Als een gemeente beslist om dat geld voor jeugd in de riool te investeren, dan zegt de Vlaamse overheid, so what? De Vlaamse Jeugdraad reageert kritisch op deze veranderingen. Ze wil de garantie dat steden en gemeenten nog steeds jeugdwerk ondersteunen en jeugdbeleid voeren. Ze wil dat de minister voldoende de effecten van deze beslissing monitort en dat hij toekijkt en bijstuurt. De Vlaamse Jeugdraad eist voldoende middelen om lokaal jeugdbeleid onder de aandacht te houden. Labels, prijzen, impulsen, ondersteuning, geld, alles kan. Ze wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in jeugdraden en dat het hebben en gebruiken van zo'n jeugdraad een verplichting voor gemeenten blijft. Ten slotte moeten zij controleren of een gemeente voldoende aandacht en middelen geeft aan de jongsten in onze samenleving. Want combineer deze blanco check van de Vlaamse overheid met de financieel moeilijke situatie van de gemeente nu en je weet dat het zachte beleidsdomeinen, cultuur, sport en jeugd het moeilijk krijgen. De Vlaamse Jeugdraad heeft het volste vertrouwen in steden en gemeenten om hun jeugd niet te vergeten. Laten we hopen dat de steden en gemeenten hun belofte om niet te besparen op kinderen en jongeren kunnen nakomen. Een beetje animatief, een beetje stout, zo zijn we dan. Maar zoals het filmpje aangeeft, is er werk aan de winkel. De stap, de inkapseling van de middelen van het decreet lokale jeugdbeleid in het gemeentefonds, kan enkel voor de Vlaamse Jeugdraad als er enkele garanties behouden blijft. Ik ga dat hier even in het groot zetten. Voilà. Hè. Omdat het decreet deze garanties voorschreef en kon afdwingen in ruil voor middelen. Dat is heel belangrijk. Waar het voor ons van onschatbare waarde maakte. Want conservatief als we zijn, geloven we dat onze overheid en administratie zinnig beleid maken en we waren er dus tal van goede kanten aan het decreet die we graag behouden zien. De tendens naar meer autonomie voor lokale besturen en dus de bijhorende decentralisatie is een beslissing waar we niet per se negatief tegenover staan. Integendeel. Omdat we in de jeugdsector die beslissing eigenlijk al 20 jaar geleden genomen hadden. We waren de eerste om te zeggen dat lokaal jeugdbeleid via de lokale besturen moest ingevuld worden, omdat we daar de meeste kennis hadden over de plaatselijke werkingen en met er zo, via de gemeente en hun middelen, veel meer initiatieven konden ontstaan. Het gevolg is nu dat we nu, anno 2015, een bloeiend jeugdbeleid hebben en een bloeiend jeugdwerkbeleid als basis. Een taak die gemeente en hun jeugddiensten ter harte hebben genomen en waarin wij ook als Vlaamse jeugdraad en als jeugdsector heel erkentelijk in moeten zijn. Toch kloppen we als Vlaamse jeugdsector onszelf graag op de borst. Ook de koepels en de federaties ondersteunen hun afdeling lokaal, doen dat nog altijd en dat doen ze heel goed. En vanuit die samenwerking tussen lokaal en de jeugdsector, lokaal en de koepels, is er heel veel kunnen bloeien. Ook werden hierdoor, door dat overleg, heel veel problemen gesignaleerd. En van die problemen hebben wij dan prioriteiten uitgepuurd. Het prioriteitenbeleid dat we nu kenden, dat kenden wij ook al heel lang. Opnieuw waren wij voorloper van de rest, als de rest. En dat is een mooi voorbeeld van hoe dat overheden en sector kunnen samenwerken. Zeker omdat we onze minister daar ook nog in betrekken. Ik geef hiervan een voorbeeld. In 2012 kozen de Vlaamse jeugdbewegingen voor een jaarthema rond onrecht, armoede is onrecht. En als ze die keuze maakten, kwamen ze tot de beslissing dat het beschikbare geld voor lokaal jeugdbeleid, dat we dat konden reserveren voor die werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Dat we dat bewust samen met de sector een antwoord moesten bieden aan die moeilijke problematiek. En hebben we gezegd, binnen de sector, we maken hier samen afspraken rond en we geven dat geld
dit stukje aan die werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Samen beleid maken, zou je dat kunnen noemen. Zo heeft de beleidsprioriteit rond cultuur ervoor gezorgd dat dit bestaat. Dat is een project Wolf bij de Jeugddienst van Mechelen. Dat is een medialab voor jongeren. De prioriteit jeugdcultuur vergemakkelijkte de podiumkansen van deze jonge band. En zorgde gezamenlijke aandacht voor brandveiligheid, voor betere jeugdinfrastructuur. Een parlementslid van de meerderheid pleitte deze week nog in de zondag voor het behoud van deze aandacht voor brandveiligheid. Het is verrassend, want het instrument dat daarvoor zorgde, het decreet lokale jeugdbeleid, dat verdwijnt. Die prioriteiten verdwijnen. En toch vinden we dat enorm belangrijk om als Vlaanderen lokaal beleid te maken. Het instrument dat we daarvoor gebruiken, knippen we gewoonweg door. Dus we zien trouwens dat die aanvankelijke aandacht via die prioriteit dat het dikwijls behouden blijft. Zoals een impuls zou moeten doen, zoals een hefboom zou moeten doen. Een hefboom noemen we dat. Jeugdambtenaren benadrukken ook de belangrijkheid hiervan. In de nulmeting lokaal jeugdbeleid, dat is afgenomen in 2013, zeggen de jeugdambtenaren dat de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd en de bijhorende subsidies erg belangrijk zijn om het gemeentelijk jeugdbeleid op de lokale agenda te plaatsen. Het is dankzij deze Vlaamse aandacht dat de lokale aandacht groeit. Ik wil hier middelen voor, want Vlaanderen geeft hier ook al middelen voor. Onderschat dat niet, die kracht daarvan. Omdat we bijhorende garanties willen, omdat die in ons decreet voorgeschreven stonden, hebben we 3 strijdpunten. En aan jullie om ze mee waar te maken. We willen dat lokale bestuur jeugdwerk blijft ondersteunen. Dat is een heel logische, maar dat is geen evidente. Dat er veel meer geld naar lokaal jeugdbeleid gaat dan die 20 miljoen van het decreet, dat is al zeker. Het gaat over 106 miljoen, als ik de BBC goed kan lezen. En we zijn daar heel dankbaar voor. Dat is geld dat gebruikt wordt om jeugdbeleid te maken, activeringstrajecten aan te bieden voor jongeren, projecten rond ondernemerschap te subsidiëren, jongeren podiumkansen te geven, speelstraten te organiseren. En zo kan ik tal van grandioze initiatieven opnoemen. Initiatieven die dikwijls zelf door onze sector zijn geïnitieerd of die dat wij belangrijk achten. Opnieuw, wij zijn een van de grote fans van het lokale niveau. Het is wel veel minder zeker dat het budget naar de jeugdwerk en de verenigingen zal gaan. Integendeel, er zijn heel veel tendensen die we nu kunnen vaststellen. Dat is wel degelijk zorgen baart. De middelen die niet geoormerkt worden in nieuw decreet, dat boezemt ons wel degelijk angst in. Ik ga dat concreter maken. In de huidige financiële situaties staan binnen de gemeente het jeugdwerk niet zo sterk. En dat is heel normaal. Jonge vrijwilligers en jonge professionelen, die zijn wel krachtige jeugdwerkers, maar die zijn niet direct de specialisten in BBC. Ja, wie is dat eigenlijk wel, een specialist in BBC? Laat staan de technische details van zo'n begroting. Dat maakt het jeugdwerk heel kwetsbaar. Dat maakt het jeugdwerk, omdat die ervaring, die historiek, niet in zich hebben... En dat is ook heel normaal, want het jeugdwerk evolueert. Wij zijn allemaal steeds jonge mensen. Ik duid het nog wat verder met dat onderzoek. Jeugddiensten verwachten slechts, als je nu vraagt hoe de toekomst eruit ziet, slechts dezelfde of minder middelen ter beschikking te hebben voor het lokaal jeugdbeleid. Ze hebben gelijk gekregen, want een half jaar geleden beslisten we om 10% te besparen op hun middelen en ze niet te indexeren. 86% van de jeugddiensten geeft aan dat zonder de Vlaamse middelen voor jeugd sommige doelstellingen niet zouden worden uitgevoerd in het meerjarenplan. Dus het is niet een probleem van 2019, het is een probleem van nu dat zich nu gaat stellen. Verder, het aantal gemeenten dat werkt met structurele subsidies voor jeugdverenigingen daalt sterk. In 2010 deden nog 152 gemeenten dit, een forfaitaire subsidie voor jeugd. In 2014 zijn er nog maar 92. Je zou dan kunnen denken, dan gebeurt dat meer met een projectmatige subsidie. Het tegendeel is minder waar. Ook dat, die projectsubsidies, die dalen voor verenigingen, dalen jaar na jaar. Dus dat zijn cijfers die geen vertrouwen geven om zomaar blind tegemoet de toekomst tegemoet te stappen. En we maken ons daar zorgen over. Dus nee, gerustgesteld zijn we niet. Als de regering zegt, het zal zo'n vaart niet lopen. Wij zijn niet alleen, de jeugddiensten, de gemeenteambtenaren dus, hebben dezelfde schrik. Je vraagt je dan toch af van waar die vraag komt. Of van wat erachter zit. Als jeugddiensten niet meer vragen, meer nog, ze hebben er al schrik van dat hun jeugdbeleid verdwijnt, dan kunnen wij alleen maar concluderen dat de inkapseling van onze middelen naar het gemeentefonds enkel bedoeld is om budgetten anders in te zetten.
Een eventuele vermindering van het jeugdbeleidsaanbod is dus opnieuw een verantwoordelijkheid die we bij diegenen leggen die hier deze beleidskeuze gaan maken. Dat is en VVSG, en de Vlaamse regering, en het parlement die dit voorstel bekrachtigt. Een hele verantwoordelijkheid die mee op jullie schouders terechtkomt. Een verantwoordelijkheid die we ook lokaal gaan leggen. Ik kan hier iedereen zeggen dat jullie gemeentebestuur iedereen kan bieden wat ze nodig hebben. Of moet daarom ook alles in elke gemeente? Ik denk dat dat de kern is van de discussie dat we hier straks ook gaan voeren. Ik begrijp het verschil met bibliotheken en zwembaden, maar wij geloven ook heel hard in die basisvoorziening. En voor ons is een aanbod voor kinderen en jongeren in elke gemeente, een kwaliteitsvol aanbod, een minimum. En ik herhaal, voor alle kinderen en jongeren in een gemeente. En soms vraagt het om die alle kinderen en jongeren te bereiken extra inspanningen. Wij hadden met het decreet lokaal jeugdbeleid die extra inspanningen voorzien in de keuze van onze tweede beleidsprioriteit. Ik denk dat ik hier ben ondertussen. Tweede beleidsprioriteit, dat zei, je moet inspelen op de zwakte in onze samenleving, inspelen op die werkingen die die zwakkeren betrekken, dat die bereiken, versterken en helpen. Die extra inspanningen die de gemeente kon helpen, die verdwijnen nu. Wat we gaan doen is, we betoneren die middelen vast en we kunnen niet inspelen op noden die ontstaan door een veranderde bevolkingsspiegel. Die middelen zijn er en daar zullen we het mee moeten doen. Meer nog, we zeggen eigenlijk, extra inspanning om alle kinderen en jongeren te bereiken zijn niet nodig. Doe maar wat jij als gemeente het beste acht. We pleiten daarom om tenminste deze middelen van de tweede beleidsprioriteit voor het jeugdwelzijnswerk deel van het Vlaams beleid te houden en rechtstreeks te verdelen over de organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. We hebben die keuze gemaakt in het verleden, we blijven die keuze nu maken. Omdat we voelen dat jeugdwerk niet sterk genoeg is om deze operatie zonder kleerschuur te overleven, al diegenen die dat wil denken, die mogen met mij straks in discussie gaan. We vragen een stevige monitoring, want meten is weten. Onze minister heeft onze oproep reeds ter harte genomen, is daar een aantal stappen aan het zetten. Monitor die keuzes die gemeenten maken voor kinderen en jongeren en meet vooral de gevolgen hiervan. Iedereen kan lezen in de overzicht van de BBC dat lokale bestuur 106 miljoen voor jeugd in hun begroting hebben ingeschreven. Het is veel moeilijker te onderzoeken hoeveel er daadwerkelijk naar het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun jeugdverenigingen gaat. En of dat hier verbetering of vermindering in zit. Doe die monitoring dan ook grondig samen in samenwerking met de gemeente. En laat dit niet in de weg staan van andere vragen die wij als sector voor die gemeente zouden moeten hebben. Ik geef het voorbeeld. Wij doen een heel onderzoek rond de onroerende voorheffing van jeugdlokalen. Het is heel moeilijk om op deze moment vragen te stellen aan gemeenten om ons informatie te geven over de jeugdlokalen. Omdat ze zeggen, binnenkort is er een monitoring, we gaan toch niet te veel informatie aan Vlaanderen geven. Ik geef maar het voorbeeld. Het is voor ons heel moeilijk om Vlaams beleid te maken. Onderzoek daarom de aandacht die naar kinderen en jongeren en hun organisaties gaat, want enkel dat wat aandacht krijgt, groeit. Als het niet groeit, en dat voorspellen wij, grijp dan in en ik wijs vooral op de verantwoordelijkheid van de minister, van de regering en de controlefunctie van het parlement, grijp in. En zorg dat je straks de mogelijkheid hebt om in te grijpen. De mogelijkheid gaan we nu doorknippen. Door dit decreet desnoods over een jaar of twee opnieuw aan te passen, 2 miljoen kinderen rekenen erop. We hebben er nog twee. Ons tweede strijdpunt. We willen de mogelijkheid om als sector samen met de Vlaamse overheid en lokale overheden beleid te maken. U ziet, we hebben het al in onze inleiding gezegd, wij zijn fan van dat prioriteitenbeleid. Wij zijn fan van prioriteiten kiezen om als sector en overheid en lokale overheid, Vlaamse overheid en lokale overheid, vooruit te gaan. Door het decreet lokaal jeugdbeleid zo uit te hollen, verdwijnt een instrument om accenten te leggen, om impulsen te geven en daar de nodige middelen aan te koppelen. Je laat het verdwijnen en dat geeft de jeugdsector opnieuw een instrument minder om beleid te kunnen sturen. We schetsen het wat cru, maar nu komen we echt in een situatie, misschien zoals 20 jaar geleden voorspeld, waar koepels en federaties zich in 308 moeten gaan verdelen om de pot daar aan een vergadertafel te gaan verdelen. Terwijl we nu gewoon zijn om die pot gezamenlijk in één aan één vergadertafel te verdelen. Het verdwijnen van een gezamenlijk beleidsinstrument en de gekoppelde middelen is dus iets wat we liever niet zien. Behoud dan ook de mogelijkheid om samen beleid te maken in samenwerking met alle niveaus en de sector. Noem dit niet betutteling van Vlaanderen. Noem dit dan kaderstellend. Noem het prioriteitenbeleid of impulsbeleid en laat de ruimte hiervoor om ook dingen te doen. We doen dat nu exact op dit moment doen we dat. We schrijven een projectvoorstel radicalisering, een projectoproep, waar Vlaanderen zegt... lokale initiatieven die kunnen hier geld voor krijgen voor een radicaliserings,
project. Dat bestaat nu al. We kunnen net hetzelfde doen voor andere jeugdthema's. Daarmee wil ik niet zeggen dat radicalisering enkel een jeugdthema is. Helemaal niet. Zorg dus voor de nodige middelen, ook in budgettaire krapte. Rechtstreeks besparen op jongeren in een organisatie zoals je nu doet met die min 10% zou eigenlijk altijd de laatste keuze moeten zijn. Voilà, als laatste punt. We willen dat de Vlaamse Jeugdraad de specifieke rechten van kinderen en jongeren in zaken politieke participatie erkent en hier initiatieven opzet. Met deze uitholing van het decreet geef je de verantwoordelijkheid van volledig aan lokale besturen. En in deze bevoegdheidsoverdracht of decentralisatieoefening, ja, ik weet niet wat dit eigenlijk is, is dit een bevoegdheidsoverdracht? Het is zo wat onduidelijk aan het worden. Geef je ook door Vlaanderen aangegane garanties door naar de lokale besturen. Hopelijk beschamen ze dat vertrouwen niet. Ik ga een voorbeeld geven. We denken hierbij aan de ondertekening van het kinderrechtenverdrag. En ik denk dat de kinderrechtencommissaris daarop ingaat. Als je als Vlaanderen dat ondertekent, betekent dat ook dat je de garantie moet stellen dat de lokale overheden hetzelfde initiatief nemen. Ik hoop dat we daar allemaal van bewust zijn. Die verantwoordelijkheid die we nu lokaal gaan geven, moet je ook lokaal kunnen evalueren. Je kan dat doen aan de hand van een stem in een stemhokje. Maar kinderen en jongeren hebben die mogelijkheid niet altijd. Het is daarom van cruciaal belang dat we aandacht blijven geven aan die adviesraden. Dat we aandacht geven aan de ondersteuners van lokale participatie van kinderen en jongeren en hen hierin waarderen en lokaal ook hierop in te zetten. Dit lijkt een evidentie, maar dit is het vooral tot op de dag niet. In het recente verleden is het echt niet goed gebeurd. Ik denk daarmee aan het meerjarenplan. Ik kan voorbeelden genoeg opgeven van hoe belabberd sommige gemeenten omgaan met de participatieverplichting van hun jongste doelgroep. We kennen voorbeelden genoeg. Adviesvragen die niet kwamen, een week op voorhand voor advies tegen het meerjarenplan. Kinderen en jongeren die niet betrokken worden bij de opmaak. Dat is niet mooi, dat is schandalig, gaan we dat noemen. En het geeft geen vertrouwen op dat vlak. Daarmee gaan dit decreetwijziging niet met vertrouwen tegemoet. Ik ben blij met het engagement dat sommige parlementsleden hier al hebben in opgenomen in de jeugdparticipatie. Laten we hopen dat dat lokaal ook volgt, ook al heb je nu geen enkel instrument meer om dat af te dwingen. De jeugdsector, koepels en federaties zullen die aandacht zeker nog versterken. We denken daarmee aan de verkiezing van 2018, om hun bestuur of via hun afdeling hun bestuur bij de list te brengen. En als ze dan tegen dan 18, of zoals wij het willen, 16 zijn, kunnen we ze dan belonen in het stemhokje. Ik herhaal de drie strijdpunten. Excuseer. We willen dat de lokale bestuur jeugdwerk blijft ondersteunen. Dat is een evidentie. Dat lijkt een evidentie, dat is het niet. We willen de mogelijkheid om als sector samen met de Vlaamse overheid en de lokale overheden beleid te maken. En we willen dat de Vlaamse overheid de specifieke rechten van kinderen en jongeren in zaken politieke participatie erkent en hierin initiatieven opzet. Tot slot, de Vlaamse Jeugdraad doet aan jullie een appel om deze strijdpunten te verwerken in de toekomst van het lokaal jeugdbeleid. We doen deze oproep dan ook graag in de commissie Binnenlandsbestuur, waar wij opnieuw willen spreken voor kinderen en jongeren en in organisaties. We pleiten hier en daar in die andere commissie om deze beslissing alsnog uit te stellen of hier en nu alternatieven te formuleren. Degenen die fier zijn op hun jeugdwerkachtergrond, daar hier aanwezig, daarvan hoop ik dat ze deze week de juiste keuze maken. Want de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren in hun organisaties te maken hebben, die maken het voor ons niet eenvoudiger. We vragen dan ook om te investeren en te omarmen in plaats van te besparen en los te laten. We verwijzen graag naar wat dat investeren in het jeugdwerk betekent. Scouting Nederland liet ooit berekenen dat zij de samenleving 160 miljoen bespaarde. Het jeugdwerk in Vlaanderen is 5 maal groter. Rekent u zelf maar uit wat dat als besparing zou inhouden. Ik dank u. Ja, dank u wel. We gaan even changement doen. Maar je mag blijven zitten. Je mag blijven zitten. Ja. Of schuif op, of schuif eentje op. Ja, misschien handigst. De presentatie van... Ja, collega's, dan geef ik nu graag het woord aan de kinderrechtencommissaris Bruno van den Bergen, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Beste leden van de commissie, dames en heren. Dank u wel voor de uitnodiging om
onze kansen bieden om als kinderrechtcommissariaat een advies te presenteren bij toch wel een belangrijk ontwerp van decreet. We denken dat de oefening die hier deze namiddag gemaakt wordt een zeer belangrijke oefening is, want je ziet dat wat binnen de Commissie voor Bestuurszaken gebeurt, we zien wat in Vlaanderen vandaag gebeurt, dat dit een grote impact heeft of een grote impact kan hebben op verschillende deelterreinen, verschillende deeldomeinen in onze samenleving. En dan is het belangrijk en interessant dat vanuit verschillende commissies advies kan gegeven worden ten aanzien van die meer algemene Commissie voor Bestuurszaken. Misschien eerst iets vertellen over hoe wij als kinderrechtencommissariaat naar dit ontwerp van decreet hebben gekeken. U ziet daar op de slide het citaat staan. En dat citaat zou je kunnen zeggen, dit is eigenlijk de bril waarmee wij naar dit ontwerp van decreet hebben gekeken. Het kinderrechtenverdrag zelf doet geen uitspraak over staatsstructuren en verantwoordelijkheid van de verschillende bestuursniveaus. Het zou ook moeilijk zijn, want het kinderrechtenverdrag is een breed referentiekader, een algemeen referentiekader, wat maakt dat het bedoeld is voor heel wat uiteenlopende landen en staten. Maar wat het kinderrechtenverdrag wel zegt, is dat op het moment dat een staat het verdrag ratificeert, dat die staat of dat die regio verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de naleving van kinderrechten. En in die zin, op het moment dat Vlaanderen al enige tijd terug het kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, dan is het voor ons belangrijk dat Vlaanderen blijft zijn verantwoordelijkheid opnemen, zelfs zijn verplichting tegemoet moet nakomen met betrekking tot het waken over het naleven van kinderrechten binnen onze regio. Nu, dit is intussen tijd ook door verschillende richtlijnen al regelmatig beklemtoond. Ik verwijs graag naar een zeer recente richtlijn die uitgedokterd is binnen de Verenigde Naties en die specifiek betrekking had op wonen, waarin je ziet hoe men ook op niveau van de Verenigde Naties wel vaststelt van er doen zich allerlei verschuivingen voor op vlak van verantwoordelijkheden. Er doen zich bewegingen voor van decentralisatie, decentralisering. En op zo'n moment is het belangrijk om voor een aantal zaken alert te zijn. En zo zie je bijvoorbeeld dat die VN-richtlijn heel duidelijk stelt dat we vandaag ook lokale besturen moeten gevoelig maken voor internationale mensenrechten en kinderrechteninstrumenten. En dat dus ook lokale besturen moeten uitgerust worden met mechanismen, instrumenten om tegemoet te kunnen komen aan de verplichtingen van de verschillende verdragen. Tegelijkertijd zie je ook dat die VN-richtlijn heel duidelijk stelt dat tussen de verschillende bestuursniveaus afspraken moeten gemaakt worden over wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat is dus de algemene bril waarmee wij naar dit ontwerp van decreet hebben gekeken. Als je kijkt naar de eigenlijke inhoud, dan gaan wij absoluut zeggen dat hier mogelijkheden zitten. Het is niet zo dat wij a priori in paniek schieten omwille van die beweging naar decentralisatie. Je ziet dat wij ook in ons advies daar een aantal mogelijkheden, een aantal kansen expliciet hebben opgesomd. We wijzen voor eerst op het feit dat op die manier het moet mogelijk zijn voor lokale besturen om sneller en beter op de lokale noden van minderjarigen in te spelen. Steden en gemeenten hebben een goede vinger aan de pols en kunnen op die manier heel goed detecteren van waar liggen in ons lokale beleid mogelijke knelpunten en hoe kunnen we ten aanzien van kinderen en jongeren daaraan tegemoetkomen. Tweede, wat je merkt is dat het lokale beleid voor kinderen en jongeren ook een toegankelijk beleid is. Het is een beleid dat zichtbaar is, soms zelfs heel fysiek. Hè. Kinderen en jongeren kunnen van wie is hier gemeenteraadslid, wie is schepen, wie is onze burgemeester. En je merkt dat dit op die manier ook wel de participatie van kinderen en jongeren aanscherpt. Derde mogelijkheid, derde kans die wij zien, en we baseren ons daarvoor op een onderzoek van Kind en Samenleving. Een onderzoek dat betrekking had of dat uitgevoerd is in functie van de laatste stadsmonitor. En waar je ziet hoe nabijheid, buurtleven, inspraak heel belangrijke zaken zijn voor minderjarigen. Ik toon u hier puur exemplarisch een fragment uit dat onderzoek. Een fragment dat ons leert hoe kinderen en jongeren
echt wel een mening hebben over hun stad, hun gemeente. Dat het belangrijk is om ons bewust te zijn van het feit dat kinderen en jongeren een eigen perspectief hebben, eigen ervaringen hebben, eigen belevingen hebben ten aanzien van wat in een stad of gemeente gebeurt. En dat het vanuit die optiek belangrijk is om kinderen, zelfs heel jonge kinderen, mee van in het begin in het verhaal op te nemen en hen dus als volwaardige burgers te beschouwen. Er zijn dus mogelijkheden. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij een aantal risico's zien. En voor de analyse van de risico's hebben wij ons gebaseerd of laten inspireren op de ervaringen van onze collega's uit Nederland en Denemarken. Het is zo dat op het moment dat je over decentralisering spreekt, dat zich toch wel een uitdaging voordoet met betrekking tot de toezichtstaak van de Vlaamse overheid. Belangrijke opmerking. Het feit dat wij hier aandacht vragen voor risico's, dat houdt geen doemdenken in. Het gaat over het feit dat je op het moment dat je risico's tijdig en goed kan benoemen, dat je op die manier daarop kan gaan anticiperen en dus kan vermijden dat er zich grote fouten met betrekking of grote schendingen van rechten van kinderen en jongeren zouden kunnen voordoen. Wat leren wij uit de voorbeelden in Nederland en Denemarken? Een aantal zaken. Eerst en vooral zie je dat bijvoorbeeld de National Council for Children in Denemarken wijst op het feit dat een gedecentraliseerd jeugdbeleid met zich meebrengt dat we als centrale overheid minder goed zicht krijgen op hoe het met kinderen gaat. Je krijgt een versnipperd jeugdbeleid, je krijgt verschillende manieren van meten, je krijgt verschillende manieren van impactmetingen. Het gevolg daarvan is op het moment dat gevraagd wordt aan die centrale overheid om bijvoorbeeld ten aanzien van het VN-comité voor de rechten van het kind te gaan rapporteren, dat het niet zo evident meer is om te kunnen aangeven hoe staat het nu eigenlijk met de kinderen en jongeren in ons land. Tweede mogelijke risico hangt samen met de onduidelijkheid rond wie kan men aanspreken, wie is waarvoor verantwoordelijk. Dat is zeker voor ombudspersonen, dus zeker ook voor kinderombudsmannen, niet zo evident. Wat je bijvoorbeeld ziet in Nederland, naar aanleiding van de decentralisatie van de jeugdzorg, dat de kinderombudsman nu zich gaat richten tot bepaalde gemeenten, maar waar gemeenten zeggen, ja, dit is niet onze verantwoordelijkheid, dit is de verantwoordelijkheid van het Rijk, richt de kinderombudsman zich tot het Rijk, dat men zegt, ja, maar het zijn nu de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Dus je krijgt daar, ja, verschillende grijze zones. Het is voor de kinderombudsman op dat ogenblik al niet gemakkelijk om te detecteren wie is waarvoor verantwoordelijk. Laat staan dat dit voor kinderen en jongeren zelf en voor hun gezinnen een transparant gegeven wordt. Dus dat is op zijn minst iets wat toch wel moet uitgeklaard worden. Een derde gevaar waar men op wijst is het verschil in rechtsgelijkheid. Of het niet langer kunnen verzekeren van rechtsgelijkheid. En dat hangt dan bijvoorbeeld samen met het blijven verzekeren van toegankelijkheid tot verschillende maatschappelijke voorzieningen. Laatste punt heeft betrekking op de aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. Waarbij je ziet hoe ten gevolge van bijvoorbeeld de decentralisering in Nederland, die gepaard gaat met een besparingsoperatie, en waarbij gemeenten bepaalde keuzes moeten maken en waar je ziet hoe sommige groepen kinderen en jongeren makkelijker uit de boot vallen dan anderen. Dus er moeten daar keuzes gemaakt worden en dat heeft een impact op concrete leven, concrete leefwereld van kinderen en jongeren binnen die specifieke gemeentes. Dat zijn dus een aantal mogelijke risico's. Vanuit de aandacht voor die mogelijke risico's hebben wij tenslotte in ons advies ook verschillende aanbevelingen geformuleerd waarmee dat we hopen dat op die manier aan die bekommernissen kan tegemoet gekomen worden. Eerste belangrijke aanbeveling betreft het expliciteren van kwaliteitsgaranties. Het lijkt ons vandaag ontzettend belangrijk om oog te hebben voor hoe kunnen we bepaalde indicatoren gaan ontwikkelen, waardoor we kunnen verzekeren dat ook op lokaal niveau er voldoende kwaliteitsgaranties kunnen gegeven worden ten aanzien van verschillende domeinen waar kinderen en jongeren op actief zijn. Dat expliciteren van kwaliteitsgaranties kan deels betrekking hebben op bestuurlijke zaken, de wijze waarop een plan moet opgemaakt worden bijvoorbeeld, maar evenzeer moet dit betrekking hebben op de effecten van het lokaal beleid. Heel deze oefening
is vormgegeven vanuit het idee dat men tot een meer efficiënt jeugdbeleid, armoedebeleid, integratiebeleid wil komen, wel, dan is het belangrijk als men die ambitie heeft om te gaan kijken, maken we die ambitie ook waar? En dan heb je nood aan duidelijke indicatoren, dan heb je nood aan duidelijke kwaliteitsgaranties. Tweede element daarbij is, ja, je moet niet alleen kwaliteitsgaranties expliciteren, je moet ook gaan kijken in welke mate dat ze nageleefd worden en behaald worden. Ik verwijs voor die twee elementen zeer graag naar een bijzonder interessante hoorzitting die op 21 april in de commissie bestuurszaken heeft plaatsgevonden met betrekking tot de betekenis van de stadsmonitor. Er waren verschillende burgemeesters die in die hoorzitting aanwezig waren, heel interessante, heel relevante zaken hebben verteld met betrekking tot de stadsmonitor. Zo was er een duidelijk pleidooi door de burgemeesters om de stadsmonitor inhoudelijk te gaan uitbreiden. Je ziet dat die nu een aantal domeinen dekt. Je ziet ook dat heel recent de aandacht voor kinderen en jongeren daar is in opgenomen. Maar je zou kunnen gaan kijken, kunnen we daar nog meerdere domeinen gaan in opnemen. De burgemeesters verwezen ook zeer duidelijk op het feit dat de stadsmonitor een belangrijk leerinstrument is. Het is een instrument dat toelaat om aan zelfevaluatie te doen. Het is een instrument dat toelaat om aan reflectie te doen met betrekking tot het gevoerde beleid. Het is een instrument dat toelaat om te gaan kijken in welke mate dat inspirerende ideeën terug te vinden zijn bij andere steden. Derde, en dat sluit aan bij het voorgaande, op die manier verschijnt de stadsmonitor als een zeer interessant en belangrijk beleidsinstrument. Zowel voor het lokale niveau als voor het Vlaamse niveau. Naast de stadsmonitor willen wij ook hameren op het belang van ondersteuning en uitwisseling. Je hebt daar vandaag mooie voorbeelden. Ik verwijs graag naar wat men de lerende netwerken noemt. Lerende netwerken rond kinderarmoedebeleid, een initiatief vanuit het VVSG, waarbij je ziet hoe meer dan 70 steden en gemeenten een lerend netwerk vormen met betrekking tot kinderarmoedebeleid. Dus een heel belangrijk initiatief, jammer genoeg een initiatief dat niet in het decreet is ingeschreven en dat dus waar we niet zeker van zijn dat dit een lang leven beschoren is. Tot slot een aantal andere elementen. Participatie, daar heeft Simon ook al op gewezen. Laat participatie tot zijn recht komen. Ik ga een voorbeeld geven. Als je kijkt naar heel de discussie rond de gaswet, een discussie die heel lang heeft geduurd, maar waar men uiteindelijk beslist heeft om in de gaswet op te nemen dat een stad of gemeente verplicht is om het advies van de lokale jeugdraad in te winnen. Als je ziet wat dit de voorbije jaar, anderhalf jaar, teweeg heeft gebracht. Men is op heel veel lokale, men is in heel veel steden en gemeenten daar actief mee aan de slag te gaan. Dus het lijkt ons belangrijk, ook al zie je natuurlijk wel heel wat steden en gemeenten daar nu vandaag al interessante en belangrijke initiatieven nemen. Het feit dat men het verplicht maakt, zorgt ervoor dat dit een algemene, een collectieve beweging op gang brengt. En daar kan, denk ik, niemand echt tegen zijn. Aandacht voor transitie. Ook dat is iets wat wij heel sterk uit Nederland leren. Ons lijkt het vooral belangrijk om aandacht te hebben voor de transitie in 2018-2019. Je merkt ook dat verschillende instanties daarop wijzen dat dat een belangrijke een belangrijk moment wordt. En dan lijkt het ons toch wel evident dat op het moment dat je dit decreet als een beginpunt ziet, als een vertrekpunt ziet, dat je op zoek gaat naar mechanismen om steden en gemeenten in dit proces te gaan begeleiden. Twee laatste punten. Blijf het opnemen voor kinderen met specifieke behoeften. Ik verwijs opnieuw naar een hoorzitting in de commissie Wonen deze keer. Een hoorzitting met betrekking tot de positie of de situatie van kinderen van woonwagenbewoners. Wat is de situatie vandaag? Het is zo dat 10 jaar geleden steden en gemeenten 100% subsidies krijgen voor het aanleggen van een woonwagenterrein. Een woonwagenterrein waar woonwagenbewoners voor langere tijd kunnen verblijven. Wat merken we in die voorbije 10 jaar? Dat er eigenlijk nog weinig tot geen initiatief is genomen om die woonwagenterreinen aan te leggen. In de commissie, en dat was echt ook wel vanuit een grote unanimiteit, werd toen gezegd, het is belangrijk dat Vlaanderen hier
een sturende opdracht blijft opnemen, zeker ten aanzien van deze bijzonder kwetsbare groep kinderen. Dus je ziet hier toch wel het belang van het zoeken naar een evenwicht tussen verantwoordelijkheid van het lokale niveau en verantwoordelijkheid van het Vlaamse niveau. En dan tot slot vragen wij in ons advies ook om dit decreet op een gepast moment te gaan evalueren, net omwille van het feit dat wij dit zien als een vertrekpunt. Een vertrekpunt waar je steden en gemeenten niet zomaar kan loslaten, maar waar je echt tal van instrumenten moet voorzien om die transitie mogelijk te maken. Ja, dank u wel, meneer Van Bergen. Collega's, zijn er nog vragen over dit standpunt? Mevrouw Segers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u aan de beide sprekers voor de heel duidelijke, krachtige taal. Ik heb een vijftal vragen. Drie aan meneer Simon Kenes en twee aan meneer Bruno van Oppergen. Maar eerst een heel algemene bedenking. En de voorzitter zal het mij vergeven dat ik heel algemeen eigenlijk heel hard betreur dat hart boven hart dat we vandaag die niet expliciet hebben kunnen horen. Het gaat hier toch over een vereniging die 1500 organisaties en 17.000 burgers vertegenwoordigt. Dus dat moest even van mijn hart. Tweede bedenking eerst, mijn tweede algemene bedenking. Onze fractie SPA deelt wel heel hard de bekommernis van de Vlaamse Jeugdraad en de ambassade en ook die van het kinderrechtscommissariaat. Wij zijn er niet gerust in. Wij zijn niet gerust dat, los van het feit dat wij eigenlijk vanuit SPA ook voorstander zijn van meer middelen voor de jeugd eigenlijk, dat we het bijzonder betreurenswaardig vinden dat zeker in deze tijden van budgettaire krapte jeugd eigenlijk de dupe zal dreigt te zijn, samen met cultuur, maar daarover straks meer, en sport en veel lager in het prioriteitenlijstje zal belanden. Nu, mijn vragen. Ik was bijzonder verheugd te lezen dat collega Miranda van Eetvelde vraagt blijvende aandacht voor de brandveiligheid van de jeugdhuizen. Want dat is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de Vlaamse overheid. Maar dat wordt natuurlijk bijzonder moeilijk als die beleidsprioriteiten worden afgeschaft. Want de vrees bestaat heel hard dat er minder zal ingezet worden op brandveiligheid. De bestaande tools die er zijn, die zijn goed. Maar dat is natuurlijk heel dubbelzinnig. Je vraagt enerzijds meer aandacht voor beleidsprioriteit en dan worden die mee afgeschaft worden. Nog meer, ik daarom vraag aan de Vlaamse Jeugdraad van op welke manier menen jullie dat er, ondanks de situatie waar we nu in zijn en die we hopelijk nog kunnen keren, want dat moet onze belangrijkste boodschap zijn, dat we toch nog kunnen uitstel vragen voor de maatregelen die er zullen dreigen genomen te worden, op welke manier dat jullie denken dat die toch nog kunnen gegarandeerd worden. Trouwens, onze collega Tine Soens heeft daar ook een vraag over uitleg over ingediend. Dan, ik heb begrepen dat de Vlaamse regering voor wat nu op tafel ligt eigenlijk aan de Vlaamse Jeugdraad geen advies heeft gevraagd, terwijl het gebruikelijk is. Dus dat wou ik zeggen, klopt dit? En hoe ervaren jullie dat dan? Voelen jullie als Vlaamse Jeugdraad zich dan nog herkend als een volwaardige partner? Hoe reageren jullie erop? Dan, goed dat jullie zeggen, de volgende vraag, dat rechten van kinderen en jongeren in zaken politieke participatie, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar hoe gaan die kunnen gegarandeerd worden? Ik begrijp dat jullie bezorgd zijn dat er geen middelen meer zullen worden vrijgemaakt worden door de gemeenten. Ook al is er nog een jeugdraad, als dat een lege doos blijkt te zijn omdat die geen middelen meer hebben. En ook al wordt er gemonitord, er zal op een jaar kan er eigenlijk heel veel verdwijnen. Wat zijn de manieren waarop jullie denken van wat kan er dan toch door de gemeenten gedaan worden? Dan twee vragen aan meneer Van Oppergen. U verwees naar het mooie initiatief van de lerende netwerken rond kinderarmoede, de VVSG. En u zegt, die moeten eigenlijk liefst, als ik het goed begrepen heb, zegt u van, ik wil liefst dat die in het decreet worden ingeschreven worden. Wat ziet u daar dan graag in verschijnen? En dan, omdat jullie nu toch zo mooi naast elkaar zitten, ziet u daar ook een rol in voor de Vlaamse Jeugdraad? En dan de laatste vraag aan meneer Van Oppergen. U vraagt een evaluatie van het decreet. Tegen welke termijn? Welke is de termijn of de timing die u daarvoor voorop stelt? Dank u. En nog collega's. Meneer Meremans? Ja, ik toch even wil reageren. Ik vind het ook een beetje jammer dat onmiddellijk een hoorzitting is normaal om te luisteren naar mensen en dan vragen te stellen.
worden onmiddellijk een aantal politieke bedenkingen bijgemaakt. En ik zou toch één ding willen zeggen, mevrouw Segers. Want u was toen niet aanwezig op deze commissie. U was niet aanwezig, uw collega van SPA wel. En toen hebben wij in onderling overleg, en ik vraag aan de collega's om mij hier desnoods op publiek te zetten, niet waar is, afgesproken wie we gingen vragen. Dat is heel duidelijk gesteld. En meneer de voorzitter van de commissie, u hebt zich ook aangesloten bij die groep mensen die we gingen vragen. Dus ik vind het een beetje jammer nu, als je er niet bent, sorry, maar dan moet je niet spreken namens met haar welzijn. Neem me niet kwalijk, maar, ik wil Is dat voldoende om die discussie af te ronden? Ja, inderdaad, maar ik heb de discussie niet aangebracht, meneer de voorzitter. Ik zeg dat ook niet. Ja. Maar ik vraag aan de twee querulanten of... Nee, want ik word hier heel duidelijk zelf vernet. Mevrouw Idrissi, moet ik het woord vragen. Ja, meneer de voorzitter. Ik was aanwezig inderdaad toen bij de regeling van de werkzaamheden, toen er werd afgesproken wie er al dan niet zou uitgenodigd worden. Ik heb samen met collega Caron trouwens ervoor gepleit dat, dat hart boven hart wel uitgenodigd zou worden. Ik heb zelfs een tussenoplossing voorgesteld die niet weerhouden werd. En dan zit je met meerderheid en oppositie. We hebben het niet gehaald, maar we hebben het wel naar voren geschoven. Collega's, zijn er nog vragen aan de sprekers vooruit? Ja, ik zou toch, als ik mag, de vragen over, als we dit achter ons kunnen wegen laten in de toekomst, dat ook fijn zijn. Maar goed, dit geheel terzijde. Maar ik zou één ding willen zeggen, want u zegt daar die beleidsprioriteit. We zijn zelf schepen van jeugd geweest. Nu, er moest dan een jeugdbeleidsplan, of er wordt een jeugdbeleidsplan gemaakt, en dan wordt dat gaan controleren of je aan die prioriteiten voldoet of niet. Dat jeugdbeleidsplan, ik heb er zelf ook mee aan gewerkt in de tijd, is ook geen garantie voor een goed jeugdbeleid. Want bijvoorbeeld, het kan best zijn dat in gemeente X de vraag van de jeugd is van, ja, eigenlijk willen wij, ik zeg nu maar iets, een fuifzaal. Ik zeg nu maar iets. Terwijl de prioriteiten misschien anders liggen. Dus lokaal, en u haalt het recht aan, het zijn die lokale jeugdraden voor mij die het belangrijkste zijn. Lokale jeugdraden worden niet afgeschaft. Niet. Maar, nogmaals... En dat heb ik ook zelf meegemaakt. Je kan perfect volgens het decreet zoals het nu is. Je hebt daar de jeugdraad, die geven advies en hetgeen. Een jeugdraad wisselt heel snel. De gemiddelde duur van een lid van een jeugdraad, dat is ongeveer 2 jaar. Want die leiding, zijn meestal leiding van jeugdbewegingen, jeugdhuizen, dat wisselt nogal snel. Natuurlijk heeft een schepen een goed klankbord nodig. Dus ik denk dat de prioriteit is, en dat is een job voor de minister... om te zorgen dat we die lokale jeugd hadden zoveel mogelijk ondersteunen. Want dat is het voornaamste klankbord. Je mag nog zo mooie plannen maken, vind ik. En mooie beleidsplannen of wat dan ook. En je mag voldoen aan alle mogelijke opties die dan de Vlaamse overheid vooropstelt. Maar het is het lokaal beleid en de lokale noden die belangrijk zijn. Dus ik zie ook een job, dat doen jullie al, maar goed, ik geef het maar mee, dat inderdaad de versterking van de lokale jeugdraden essentieel zijn. En daar moeten wij, heb je daar een garantie op? Nee. Want ik heb het ook meegemaakt dat je een jeugdraad hebt, waarbij je mensen gaat aanspreken, kom in de jeugdraad, maak daar een dagelijks bestuur. Soms gebeurt dat niet, maar dat is wel essentieel dat we daar blijven op mikken. En daar moeten we steden en gemeenten toe aansporen. Want volgens mij is dat de lakmoesproef. Dat is het belangrijke. Wat betreft bijvoorbeeld waar ik ook in geloof, dat is in de intergemeentelijke samenwerking rond jeugdbeleid. Bijvoorbeeld, u haalt daar de brandveiligheid aan. Ik denk dat dat misschien ook een job is voor onze brandweerzones. Om te zien wat is er in onze omgeving. Politiezone hetzelfde. Want die gaan ook werken rond problematieken van jeugd die geconfronteerd met een aantal problemen. Criminaliteit, verslavingsproblematiek, wat dan ook. Ook rond fuiven. Maar dat is ook, vind ik, een taak in samenwerking met de politiezone. En daar kom je weer tot een intergemeentelijk verhaal. En dat bestaat al voor een stuk, omdat je nu al organisaties hebt van jeugddiensten. Zoals bij ons is dat Aulam. Ja, ik moest even denken aan keukengerij, maar goed. Aulam, inderdaad, die dus eigenlijk als overkoepelend daar rond werkt. Misschien moeten die vanuit de gemeenten en steden meer armslag krijgen. Maar het is dus niet zo dat... Allez, en dat wil ik ook wel zeggen, bijvoorbeeld, als je gaat monitoren, moet je goed zien wat je monitort. Het kan dus best zijn, bijvoorbeeld, dat een stad of een gemeente zegt van kijk, wij gaan een fuifzaal bouwen, ik zeg nu maar iets, ik weer met mijn fuifzaal, of iets anders doen, of een jeugdhuis gaan oprichten, of hetgeen. En we zeggen waarom? Omdat vanuit de lokale jeugdraad de nood voor is.
voor meer stenen bijvoorbeeld. Terwijl je dan misschien zal zeggen, ik ga iets anders dan ook verminderen. En dan is de vraag wat je precies monitort. Dus dat wordt wel de essentie, als we die monitoring doorvoeren, dat we op alle domeinen bekijken. Want het is niet enkel van een skatepark of een jeugdhuis, het gaat ook over mobiliteit, ruimtelijke ordening, het aanleggen van speelplantjes en dergelijke en zo verder. Dus dat wou ik even aankaarten. Maar mijn vraag is nu, wat ziet u als aanbeveling dan om die lokale jeugd dat werkelijk zijn rol te laten spelen als klankbord? Hoe gaan we dat gaan promoten en hoe zien jullie dat in de toekomst? Ja, dank u wel. Mevrouw Bastiaans. Dank u wel, voorzitter. Op mijn beurt zou ik ook namens mijn fractie de sprekers willen bedanken voor de inzichten en de bekommernissen die zij met ons vandaag willen delen. Uiteraard geheel logisch zijn er heel wat gelijkenissen tussen de beide sprekers geweest en een aantal klemtonen die zij gemeenschappelijk leggen. Ik denk vooral ook aan het uitgangspunt, als ik het ook goed begrepen heb, dat zeker voor kinderen en jongeren dat lokaal niveau van gigantisch groot belang is. Dat is wat dat vlak bij hen gebeurt. Dat is hun eerste leefomgeving. En dus daar hebben zij natuurlijk ook, alleen ik bedoel, onmiddellijk het meeste ook over te zeggen. Dus vandaar ook die rol van die participatie en die versterkte participatie, dat die inderdaad cruciaal is. Dus ik denk dat we samen moeten nadenken hoe dat die rol inderdaad rond participatie wel versterkt kan worden. En jullie hebben samen ook wel aangegeven dat ondanks het decreet dat we in het verleden hadden, dat het ook niet overal zo perfect liep. Hè. We hebben goede voorbeelden en we kennen ook allemaal minder goede voorbeelden. Dus ik denk dat we vooral daar samen met jullie op zoek moeten gaan van allee, wat betekent dat participatie? En ook daar de evolutie in het denken is ook voortschrijdend. Hoe dat we dat verder vorm kunnen geven. Eén ding zou ik toch nog wel even willen aanhalen. We hebben uiteraard de afgelopen maanden hier in de commissie het er ook al over gehad. En ik denk de ongerustheid rond die participatie en kunnen lokale jeugdraden nog wel volwaardig hun rol spelen. Denk ik dat de minister ook al heeft aangehaald. En alleen we zullen daar ook mee blijven over waken dat die adviezen van de jeugdraad ook wel essentieel blijven. Hè. En daaraan verandert er op zich niks. Hè. We kennen nu, ik heb het al gezegd, goede en minder goede voorbeelden, maar dat is iets dat we inderdaad wel, dat op zich niet verandert en dat we moeten blijven zien hoe dat we dat volwaardig verder kunnen uitbouwen. En dan de vraag naar de monitoring, ja, ik denk dat we dat hier allemaal wel delen, maar wat ik vooral ook begrepen heb, dat het niet alleen hè, moet gaan over een kwantitatieve monitoring, maar ook over een kwalitatieve monitoring. En dat is dan terug een vraag aan jullie van, ja, de stadsmonitor is aangehaald, maar allee, welke instrumenten zien jullie buiten eventueel die stadsmonitor nog? En, of ja, welke instrumenten zien jullie eigenlijk? En waaruit zou dan die kwalitatieve monitoring eventueel kunnen bestaan? Ja, dank u wel. Ik wil ook graag twee vragen stellen aan de behoeven van de collega's en de andere aanwezigen. Als ik een vraag stel aan sprekers, dan doe ik dat uiteraard niet als voorzitter van de commissie, maar in hoofde van het feit dat ik van de Groenfractie ben en dat collega Imad Anouri daarboven die jeugd en sport voor ons volgt ziek is vandaag. Dus ik ga de rol maar overnemen. En ik heb twee vragen. Eén aan de Vlaamse Jeugdraad. En begrijp ik het goed, het is gewoon een verduidelijkende vraag, dat je eigenlijk voorstelt om het jeugdwelzijnswerk op het Vlaamse niveau te behouden. Zijn dat dan de WMKJ's die je bedoelt of niet? En de tweede vraag die ik heb, is aan de kinderrechtcommissaris, aan Bruno van Opbergen. Hij zegt, expliciteer kwaliteitsgaranties, maak daar indicatoren. En in de tweede streep zegt hij zelfs normen, gebruik je zelfs het woordje normen. Hè. Zeg je dan dat er op een Vlaams niveau wel een soort van kaderregeling moet blijven, die een aantal kwalitatieve criteria, die dus ook gecontroleerd worden door de overheid, door de administratie, moet blijven? Is dat dan een beperkter kader dan vandaag? Is dat anders? Kan je daar iets meer over zeggen? Zijn er nog collega's? Kan ik afronden? Collega Neves. Dank u wel, voorzitter. Ik wou ook de twee sprekers natuurlijk bedanken van mijnentwege voor hun toelichting. En ik kan een stukje meegaan in de vrees hè, van een nieuw decreet dat een hoop veranderingen meebrengt voor jongeren. Hè. We zaten in een stramien waar dat we allemaal van weten welke resultaten dat ze vandaag
teweeggebracht hebben. Morgen of in de toekomst, met het nieuwe decreet, zijn we daar vandaag ook niet 100% zeker van. Maar dat wil niet zeggen dat we voor die verandering eigenlijk dat we dat ook geen kans moeten geven. Ik heb hier zo het gevoel dat men al het slechte of al de worst case scenario vandaag hier op slides gezet heeft. Als er geen jeugdraad is. Als er een schepen van jeugd is dat vandaag zijn botten eraan veegt. Als er een gemeentebestuur is dat vandaag zegt, jongeren, dat is mijn kiesvee niet. Daar ga ik niet voor. We kiezen andere accenten. We zorgen dat middelen inderdaad naar rioleringen gaan. En zo verder, en zo verder. Dan volg ik dat. Maar u doet toch wel een beetje onrecht aan al die lokale besturen, aan al die jeugdraden, aan al die schepenen van jeugd, aan al die gemeentebesturen, dat vandaag initiatief nemen, inzet tonen voor al het jeugdwerk, ook openstaan vanuit de bekommernis om te zorgen dat er degelijke infrastructuur is, dat er geïnvesteerd wordt in brandveiligheid, want uiteindelijk is dat nog ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een gebouw om te zorgen dat het gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die vandaag al gelden. Hè. Dus er is inderdaad nood geweest aan een inhaaloperatie en er waren inderdaad infrastructuur die vandaag niet voldeden aan de voorschriften in zaken brandveiligheid. En ik ben ook blij dat we dan met dergelijke, in het verleden dan weliswaar, met dergelijke initiatieven kunnen wegwerken hebben. Maar ik pleit ook niet voor collega's, mag ik toch even onderbreken? Ik zou willen vragen dat we de politieke discussie volgende week voeren. Dat hebben we ook afgesproken. En dat in de vraagstelling, en daarin kan u dat laten doorschemeren. Hè, wat uw standpunt is, als u dat graag wil, geen probleem daarmee. Maar het is ook een kwestie puur van tijdsbesteding. Ja. Dus van uw vragen echt te richten aan de sprekers. Ja. En het discours politiek te sparen voor volgende week. Als u het niet erg vindt, dan gaan we wat tijd winnen. Ja. Maar ga verder, meneer Nevers. Ja, ik zal het wat inkorten. Dus ik pleit ook niet voor een administratieve romslomp zoals die in het verleden is. Een beleidsplan, evaluaties maken, jeugdconsulenten die meer in hun kantoor zitten dan op het veld. En ik vroeg mij af, welk alternatief stelt u dan voor om te zorgen dat we zoveel mogelijk de middelen kunnen besteden daar waar dat ze zijn, op het laagste niveau, en dat is het directe contact tussen jeugdraad en lokaal bestuur, zonder... Of pleit u inderdaad voor terug een gans jeugdbeleidsplan te schrijven, hè, waar dat heel veel tijd in kruipt, evaluaties te maken, met het risico te lopen dat er ook niks op het terrein georganiseerd wordt. Jeugdbewegingen zijn vandaag in volle bloei. Jeugdbewegingen pieken ook vandaag. Allee, men kan toch niet zeggen dat er vandaag armoede is bij de jongeren. Hè. Dank u wel. Wie begint eerst? Meneer Kenis, alstublieft. Laten we beginnen bij die beleidsprioriteit, die brandveiligheid. Hoe de mevrouw Katja C. heeft gevraagd, hoe zit dat in de toekomst? We zullen het wel blijven doen. We zullen wel vanuit Vlaanderen zeggen, vanuit de Vlaamse jeugdraad, dit is belangrijk, dit is een prioriteit, hier gaan we voor. De vraag is alleen, hoe krijgen we dat op een lokaal niveau? Terwijl we vroeger de jeugddiensten hadden die middelen kregen om daar samen met ons mee aan verder te gaan, gaan we nu enkel via de jeugdverenigingen zelf, via Giro Scouts en die jeugdbewegingen en jeugdverenigingen zelf een aantal dingen moeten doen. We gaan dat via onze organisatie moeten laten lopen. Dus ik denk dat een weg is dat we altijd zullen blijven doen. We hadden dat graag versterkt gezien door een beleidsprioriteit die waar we kiezen, waar we recht kunnen zeggen, deze 3 jaar werken we daaraan. Dus ik denk, dat zal niet verdwijnen, daar niet van. Maar het is wel een verarming. Het is wel, we gaan dat via andere kanalen moeten doen. Dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn. Als we dan kijken naar hoe gaan we dan die participatie, dat is ook iets wat terugkomt, hoe gaan we die participatie dan wel voor zorgen dat gebeurt? Ik vind het ook wel moeilijk vast te stellen. Als we denken, je moet dat ondersteunen, je moet daar verder gaan, je moet daar kunnen uitbouwen, dat we eigenlijk afgelopen september beslist hebben om die organisaties die het eigenlijk zouden moeten doen, Carrure, ondersteunen, de Vlaamse Jeugdraad, inhoudelijk, dat we daarop gaan besparen. Wij hebben 20% moeten afgeven, VVE heeft 20% moeten afgeven. Dat is wel straf.
jawel, 12,5% en dan Caruur zou van vrijgesteld zijn. Maar het is wel de realiteit dat die organisaties waar we nu naar kijken om datgene te doen, dat we daar toch ook in besparen. Ik vind dat een heel spijtige zaak. Hoe gaan we daar verder mee? We hebben nu we kunnen dat niet afdwingen. In het verleden konden we ook niet afdwingen, het advies van een jeugdraad. We konden wel zeggen, een stok achter de deur, als je het niet doet, advies op een jeugdbeleidsplan, dan krijg je de middelen niet. Dat is een garantie, dat is een voorwaarde. In realiteit is dat niet dikwijls voorgevallen, maar we hebben wel altijd een garantie gehad, onze administratie, om te zeggen, dat is belangrijk voor de jeugdsector. Als je dat niet doet, krijg je de middelen niet. Het enige wat we nu kunnen doen, is zeggen van, oké, je hebt die jeugdraad niet betrokken en die voelen zich verloren in hun rechten, of die voelen het niet gedaan in hun rechten, dan kunnen we naar de gouverneur gaan en zeggen van, dit is een probleem geweest. Wij willen hier heel hard een pleidooi horen om dat te versterken. Als het fout loopt, wat zijn dan de mogelijkheden van een jeugdraad om protest aan te tekenen of om te zeggen, ik voel mij hier als jeugdraad, als erkend lokaal en Vlaams initiatief een beetje teloorgedaan. Hoe gaan we daarmee verder? En natuurlijk is er werk voor ons bij, natuurlijk is er werk voor Caruur, natuurlijk is er werk voor VVE, maar dat koppelen aan besparingen is eigenlijk heel, heel pijnlijk. Hè. Dat is twee keer geslagen worden. Opnieuw, meneer Meermans, over dat bovenlokaal overleg, daar zitten heel goede dingen bij. Ik denk aan jullie initiatief, de Oude Lam, en aan Meetjesman. Hè. We kunnen als jeugddienst samenwerken om een aantal dingen aan te pakken. Wat dat wel zo is, is dat dat maar enkele voorbeelden zijn. Het aantal bovenlokale overleggen van jeugddiensten daalt jaar na jaar. Het aantal keren dat intergemeentelijk samengewerkt wordt om een aantal problemen aan te pakken, is momenteel dalende. Dus ik denk, als we daarop willen inzetten, dat we daar onze jeugddiensten in moeten leiden of moeten voorbeelden geven, want het daalt jaar na jaar. Ziezo, over de stadsmonitor had ik nog één opmerking. Hoe gaan we dat doen? Zijn er andere initiatieven? Wij geloven ook heel hard dat je dat moet combineren met kwalitatief onderzoek. Dat je niet enkel de jaarlijkse vragenlijst zult kunnen... geven en dat het is. Ik denk dat we daar kwalitatieve plaatsbezoeken aan kunnen koppelen. Dat we daar het advies van een jeugdraad over kunnen vragen. Dat we kunnen zeggen van, wat vinden jullie hiervan? Ik zeg niet dat dat in een plan moet gegoten worden of in een tekst, maar wel die jeugdraad daarin bevragen lokaal. En dan komen we ineens bij de opmerking van meneer van... ik ben uw naam kwijt, sorry. Nevens, over die jeugdbeleidsplannen. Nevens zegt, ja, dat is plannenlast, dat is overlast, dat is moeilijk om daarmee te doen. Het is wel zo dat we het vorige systeem, dat nog maar juist nieuw is, met dat BBC en die beleidsplanning, daar was geen plan meer te schrijven. Hè. Dat was gewoon in te tekenen op de beleidsprioriteiten. Dat was het meerjarenplan schrijven, geen jeugdbeleidsplan meer schrijven. Dus die overlast verdwijnt van een plan te schrijven. Komt dat nog eens bij dat een jeugdbeleidsplan ook voor veel jongeren in de jeugdraad het communicatieinstrument was om te bekijken van wat heeft de jeugdraad gedaan, wat heeft de jeugddienst gedaan, wat heeft de gemeente gedaan voor ons, om elke keer jaar na jaar te kunnen bekijken van zijn er stappen ingezet of zijn er geen stappen ingezet. Dus het is een communicatieinstrument dat we verliezen, maar die bocht hadden we al genomen vorig jaar in met het meerjarenplan. En we merken wel dat meerjarenplan in de begroting, ik blijf het zeggen, voor kinderen en jongeren en in organisaties een draak van een instrument is. Hè. Dat is niet gemakkelijk om als jongere daar uw weg in te krijgen. Voilà. WMKJ's? Ah ja, de vraag over de WMKJ's. Het is een duidelijke vraag geweest van de Vlaamse jeugdraad om die middelen die zich richten om extra aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, om die Vlaams te houden. Om die Vlaams een soort van project oproepen, of een soort bij te voegen aan de enveloppen van die organisaties. En dan heb ik niet alleen over de WMKJ's, er zijn ook Giro-scouts die zich richten op maatschappelijk kwetsbare jongeren in maatschappelijk kwetsbare gebieden. En dat gaat niet enkel over de WMKJ's zoals wij die kennen. Het gaat ook over andere organisaties. Dank u wel. Meneer Van Obbergen? Ja, heel kort nog. Twee vragen van mevrouw Segers. Eerste met betrekking tot die lerende netwerken van VVSG. Wat wij in het ontwerp van decreet missen, is het inschrijven van ondersteuning en begeleiding van de steden en gemeenten. Ik verwijs nog eens naar Nederland, waar je die wet op de nieuwe jeugdzorg had. En waar men bijvoorbeeld de transitiecommissie, die moest instaan voor het meehelpen implementeren van die wet op lokaal niveau, heel duidelijk ook in die wet van in het begin heeft ingeschreven.
Hoe dus die concrete ondersteuning en begeleiding van lokale bestuurder moet uitzien. Wij zien daar een mogelijk voorbeeld met die lerende netwerken. Maar voor ons is het vooral belangrijk, schrijf dit mee in het decreet, zodanig dat op die manier de begeleiding en ondersteuning verzekerd is. Twee, met betrekking tot evaluatie van het decreet. Wel, in ons advies schuiven wij de periode van 5 jaar naar voren. Waarom? Wel, net omwille van het feit dat we denken dat die periode 2018-2019 toch wel een periode is die mogelijke risico's inhoudt. En op die manier overbrug je die periode en kan je dus na 5 jaar gaan kijken van wat heeft dit nu betekend en zijn er bepaalde domeinen, zijn bijvoorbeeld op vlak van ondersteuning, waar we extra moeten gaan inzetten. De twee vragen van mevrouw Bastiaans met betrekking tot, eerste was met betrekking tot participatie. Ik onderschrijf volledig uw bekommernis en uw pleidooi voor participatie. Belangrijk daarbij is wel om te gaan kijken naar wat houdt die participatie nu eigenlijk in. En participatie is toch wel meer dan het puur gaan bevragen van kinderen en jongeren. Een heel belangrijk element in de definitie van participatie is het kunnen deelnemen aan maatschappelijke voorzieningen. En daar zie je toch vandaag al dat voor heel wat kinderen en jongeren, ik vermoed dat daar straks nog zal op ingegaan worden, maar dat voor heel wat kinderen en jongeren het niet evident is om aan maatschappelijke voorzieningen deel te nemen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een heel concreet voorbeeld uit ons ombudswerk, participatie van kinderen met een beperking aan de speelpleinwerking, aan de vakantiewerking, dat is niet zo evident voor heel wat van die kinderen en jongeren. Ook dat is een vorm van participatie en dit is niet enkel bevragen, niet enkel luisteren, maar het actief kunnen deelnemen. Dus het is toch wel heel belangrijk om dit in de discussie mee te nemen. U vroeg ook naar hoe kunnen we nog andere instrumenten ontwikkelen met betrekking tot het monitoren. Ik denk daarbij zeker aan de werking van lokale ombudsdiensten. Wij hebben zelf op dit ogenblik een goede samenwerking met de lokale ombudsvrouw van Gent en Antwerpen. We hebben ook contacten met andere ombudsdiensten. Ook daar zie je toch wel een verhoogde aandacht, een verhoogde gevoeligheid voor minderjarige burgers binnen de stad. Dus ik denk dat daar zeker een mogelijkheid zit om snel die vinger aan de pols te houden. Tweede waar ik spontaan aan denk, is heel het project rond de kindvriendelijke steden en gemeenten, het project van VVJ, waar je ook wel ziet dat die steden en gemeenten die met dat kader aan de slag gaan, dat toch wel een grote, een positieve impact heeft op kinderen en jongeren. Er is daar nog werk aan, laat dat duidelijk zijn, maar je ziet toch wel dat een hele dynamiek met zich meebrengt. En dan de vraag van meneer Caron met betrekking tot het belang van een Vlaams kader. Ja, als kinderrechtencommissariaat vinden wij een Vlaams kader echt wel ontzettend belangrijk. Het is zo dat we in Vlaanderen internationaal altijd als voortrekker zijn beschouwd van een kinderrechtenbeleid, van een goed jeugdbeleid. En het ontwikkelen van zo'n kader speelt daar een heel belangrijke rol in. Ik denk zeker aan toch wel het heel belangrijke werk van de afdeling jeugd van de voorbije 2 jaar met betrekking tot het ontwikkelen van indicatoren voor een goed jeugd- en kinderrechtenbeleid. Een proces waar heel wat middenveldorganisaties hebben aan meegewerkt, waar de Vlaamse Jeugdraad heeft aan meegewerkt, waar wij hebben aan meegewerkt. Ja, daar is heel wat tijd in geslopen, maar je ziet nu wel dat dit iets kan zijn dat kan werken. En waarvan ik dan denk, ja, het heeft toch weinig zin dat we op lokaal niveau al die oefeningen nog eens zelf gaan doen. Maar dat je, als je zo'n een kader ter beschikking kan stellen van de verschillende lokale besturen, dat voor zowel Vlaanderen als voor de lokale besturen echt wel een win-win situatie is. Dank u wel, collega's. We kunnen deze ronde hierbij afsluiten, denk ik. Hè? Dank u wel voor de komst en deelname. Dan vraag ik aan mevrouw Linsen om naar voren te komen. Zet u maar hier. Ja. Mevrouw Hilde Linsen namens stafmedewerker armoedebeleid van het netwerk tegen armoede. Hè?
zonder presentatie. Je hebt een tekst, hebben we begrepen. Ja. Bij deze, u krijgt het woord. Dank u wel. Dank u wel ook dat het netwerk tegen armoede hier het woord mag nemen. In de commissie, voor de mensen die ons nog niet kennen, wij zijn een netwerk van ondertussen 60 verenigingen waar armen het woord nemen in evenveel gemeenten in Vlaanderen. En wat ik hier zeg, zeg ik niet uit mezelf, maar wel uit naam van alle 60 die verenigingen in Vlaanderen en Brussel, als ook de gezinnen die in die verenigingen komen. En wij maken ook deel uit van de organisatie Hart Boven Hart. Ik wil jullie graag een aantal aandachtspunten die we vanuit de praktijk binnen de verenigingen ervaren, daar deel van laten geworden. Ik heb een drietal punten. Ik wil het eerst even hebben over het vertrouwen, waar dikwijls mee geschermd wordt, van jullie vertrouwen de gemeente niet. Jullie hebben geen vertrouwen in lokale besturen. Daar wil ik graag even dieper met jullie op ingaan. Ook financiële impact die er voor mensen in armoede is, omtrent de inkanteling van deze middelen. En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk voor ons, is heel het participatiegegeven van kwetsbare mensen. Allereerst dus een woordje over het vertrouwen die de lokale besturen verdienen. Moet dat geplaatst worden tegenover stimulering of de sturing vanuit de Vlaamse overheid? Ik zet het met een vraagteken. U hoort zo dadelijk wat we erover te zeggen hebben, hè. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn bij deze inkanteling, dat we niet te snel de sturende en coachende instrumenten die de Vlaamse overheid toch in handen had, om die zomaar uit handen te geven. Het is duidelijk bewezen dat als we een aantal beleidsprioriteiten heel duidelijk kunnen formuleren, dat dat een heel goede impact heeft op het lokaal beleid. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen problemen waren, absoluut niet. Maar we zien toch dat deze manier van werken toch wel zijn vruchten heeft afgeworpen. De meerjaren plannen, waarvan vroeger sprake, werden door sectorale administraties trouwens nog gescreend op die prioriteiten. Maar met dat resultaat, of met dat resultaat dat er ligt, zal eigenlijk niks meer kunnen gebeuren, hè. De vraag is, zijn alle gemeenten er even klaar voor om op een goede manier om te gaan met deze inkanteling van deze stromen, om te gaan met die nieuwe bevoegdheden? En ik verwijs ook naar de vorige twee sprekers die daar uitgebreid zijn op ingegaan. Hoe gaan we dat nu weten? En om dat te kunnen weten is belangrijk ook om dat te kunnen meten. En voor ons zeker niet alleen op een kwantitatieve, maar ook op een kwalitatieve manier. En wij willen graag ook dat er gemeten wordt of dat dat het meest effectieve is of de meest efficiënte aanpak in functie van de capaciteit en de know-how die er nu ligt. Bruno van Opbergen heeft het ook al gezegd of voor gewaarschuwd. Zal die autonomie van de gemeente leiden tot ongelijkheid tussen burgers of tussen de dienstverlening die er dan voor burgers is, of alleszins die ongelijkheid doen toenemen, hè? Want in een groot deel van de middelen waarover we spreken binnen deze commissie, maar er zijn uiteraard nog andere stromen die binnen het gemeentefonds zullen inkantelen, is er heel veel aandacht voor participatie van de kwetsbare doelgroep, hè, waarvoor het netwerk spreekt. En daar is nu geen enkele garantie meer voor te vinden. We zeggen uiteraard niet dat elke gemeente dit nu overboord zal gooien. Uiteraard, laat ons hopen van niet, hè. Maar het is alleszins geen garantie meer, omdat het niet meer ingebouwd is. We hebben ook heel wat expertise opgebouwd rond de kinderarmoedemiddelen, die uiteraard binnen een andere commissie thuis horen, maar ik haal ze even aan, omdat ze vrij nieuw zijn. En het was heel duidelijk, en de kinderrechtencommissaris heeft dat ook al aangegeven, dat zonder monitoring, sturing, maar vooral ook ondersteuning, onder andere door de VVSG, maar ook door de Link en het netwerk tegen armoede, dat het erg moeilijk is voor gemeenten om doelstellingen te bereiken binnen
die kinderarmoede middelen. En dit geldt evengoed voor andere middelen. Uiteraard is daar al een verdere traditie, maar het blijft toch een zeer moeilijke zaak om dit zonder goede ondersteuning te kunnen doen. En nog iets wat ons zorgen baart, het is ook al aangehaald, boven lokale initiatieven. Wij denken dan aan bijvoorbeeld de Uitpas, die op dit moment wordt uitgerold in Vlaanderen en waar wij toch wel zeggen dat er heel veel gemeenten dan samenwerken, dat dat eigenlijk de beste manier is om die Uitpas te laten uitrollen. En wat zien wij dan? Dat dat toch niet gemakkelijk is om gemeenten te overtuigen om ook korting aan te bieden aan inwoners buiten hun gemeente, ondanks het feit dat men daar samenwerkt binnen die Uitpas. Dat is een bezorgdheid die wij toch ook nog graag even meegeven. Rond de financiële impact, het is hier al een aantal keer gezegd, het is duidelijk dat er een cumul van besparingen op ons afkomt. De Vlaamse regering bespaart sowieso op subsidies aan vereniging. En de mogelijke impact van de volledige inkanteling en van deze sectorale middelen op de financiële situatie van verenigingen komt daar nog eens bovenop. Er zijn ook provinciale besparingen, tewerkstellingsmaatregelen enzovoort. Dus het is eigenlijk een stukje die besparing die nu, de middelen gaan wel over naar de gemeente, de besparingen gaan mee, maar men vraagt hetzelfde van de gemeente. Dus de gemeenten moeten ook meer doen met minder middelen of hetzelfde doen met minder middelen. Wij zien ook in een aantal gemeenten, ik ga ze zeker niet met naam en toenaam noemen, dat er ook wel impact is op de middelen die bedoeld zijn voor juist die kwetsbare doelgroepen, om die meer naar prestigieuze of politiek dankbare zaken te laten doorvloeien. Dat is trouwens ook iets waar Inspectie voor Financiën heeft voor gewaarschuwd, dat dat een mogelijk gevaar kan zijn. Hoe vermijden dat deze middelen naar stenen, harde sectoren, riolen, zichtbare zaken gaan en minder naar een sociaal beleid? Ik heb op dit moment, via onze vereniging, hebben wij ook weet van twee gemeenten. Eén waarvan oorspronkelijk de 10% middelen sport die voor kansengroepen bedoeld was, men die graag vanaf 1 januari naar het zwembad laat gaan. En een tweede waar men nog jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tot 2018 had beloofd om deze te subsidiëren, om die nu opnieuw ter discussie te stellen omwille van het feit dat men de middelen niet meer moet oormerken. Ook hier, welke rol krijgt het middenveld hierin? Krijgen organisaties, krijgen verenigingen zoals de onze hierin? Hoe gaat men een wildgroei van structuren vermijden? Wij zijn daar een beetje bang voor. Daarbovenop komt ook dat het niet duidelijk is wat er met het impulsfonds van de provincie zal gebeuren. Gaan die middelen verdwijnen? Worden die Vlaams? Gaan die ook naar de gemeente? Worden die dan versnipperd? Dat is niet zo duidelijk. Met andere woorden, de financiële impact is toch wel zeer groot. Trouwens ook op de besparingen die al op randkosten gebeuren, op lidgelden, toegangsticketten, huur, materiaal en zo, in combinatie met de 16% besparingen van DOCNW middelen voor vrije tijdsparticipatie, die heel belangrijk zijn voor onze doelgroep, en dan het wegvallen van deze middelen, is er een serieuze ondermijning van het recht op vrije tijdsparticipatie. Participatie voor mensen in armoede. Ik verwijs nog eens graag terug naar het uitpassysteem dat wel uitrolt, maar dat het aanbod met die korting zo sterk beperkt wordt, zodanig dat je gading er zeker niet meer in terugvindt. Een derde ding dat ik graag wil aanstippen is rond participatie, ook al door de vorige sprekers aangehaald.
We denken dat alle lokale participatie toch wel een groot stuk de klassieke ankerpunten verliest. Hè, binnen de sectorale beleidsplannen die er waren, de adviesraden enzovoort enzovoort. Dat is niet onoverkomelijk, hè. Dat is geen drama. Maar er moet wel voldoende aandacht en investering blijven gaan, vinden wij, naar de voorgaande sprekers hebben het transitieproces genoemd, hè, vernieuwingsprocessen die daarmee gepaard gaan, die ook de participatieactoren daar een belangrijke rol in geven. Hè. Ik verwijs nog eens naar onze verenigingen die te pas en te onpas worden bevraagd over, we moeten ook nog de maatschappelijk kwetsbaren betrekken. Kom als vereniging eens even zeggen hoe dat je dat moet komen doen en klaar is Kees. Hè. Zo werkt het duidelijk niet. Hè. Dat heeft geen enkele impact. Dat is een werk van zeer lange adem, van zeer intensief werken met gezinnen en met mensen in kwetsbare situaties, met jongeren in kwetsbare situaties. En pas dan werpt dat zijn vruchten af. De participatieambities bij de opmaak van het meerjarenplan die waren duidelijk niet bereikt. Hè. We hebben een eigen bevraging gedaan, maar ook het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft daar een onderzoek naar gedaan. Het was duidelijk dat die toen al niet bereikt zijn. Het is niet makkelijk om participatie met kwetsbare burgers te verkrijgen. Maar heel wat initiatieven die al bestaan rond kwetsbare burgers of rond kansengroepen, zijn juist of vinden juist wel hun oorsprong in die verplichte decretale criteria. Hè. Bijvoorbeeld binnen het anders georganiseerd sporten, rond maatschappelijk kwetsbare jongeren, ook binnen cultuur. Ik geef het voorbeeld van de sportbeleidsplannen, die nog niet zo heel lang bestaan, waarin dat in hoofdstuk 4 duidelijk aandacht is voor kansengroepen. En sportdiensten zijn daar heel duidelijk op zoek naar hoe moeten wij mensen dan ondersteunen, hoe kunnen wij gevormd worden. Dat is een werk van zeer lange adem, dat nog niet voldoende ingebed is en zonder stimulans dreigt te verdwijnen. Dus alsjeblieft, heb aandacht voor dat lange termijn, voor dat langzaam proces, zeker bij kwetsbare groepen. En tot slot, voor ons is participatie niet de macht van het getal, hè, of met andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de macht van het getal niet primeert? Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen mondige burgers kunnen wegen op het beleid? Ik verwijs daarvoor graag nog eens terug naar het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Iedereen vond de proeftuinen jeugd, maar ook het jeugdwerk dat gebeurt met jongeren in armoede, zeer waardevol. En al die werkingen worden overvraagd, bevraagd van kom ons eens vertellen hoe dat je dat doet en kom eens met uw jongeren naar ons om uw stem te laten horen. Dus blijkbaar vindt iedereen dat wel zeer waardevol, die manier van werken. Maar wij zien dat dat lokaal niet altijd zo evident is om daar middelen en mensen tegenover te plaatsen die dan in dat jeugdwerk kunnen worden ingezet, hè, om lokale besturen daarvan te overtuigen. Waar wij voor pleiten is ten eerste, wij willen absoluut een armoedetoets op deze regelgeving. Deze regelgeving staat trouwens op de lijst van de armoedetoetsen. Wij hebben deze vraag ook officieel gesteld aan minister Homans om hier een armoedetoets op te doen. Wij hebben nog geen antwoord gekregen. Wij willen dat er duidelijk in beeld komt welke effecten deze regelgeving heeft voor mensen in armoede. En wij willen ook graag pleiten voor een beleids- en kwaliteitskader in relatie tot de lokale besturen, met daarin drie speerpunten voor ons. De participatiegarantie, zodanig dat we
toch die garantie van de kwetsbare doelgroep, die participatie van de kwetsbare doelgroep, om die zeker te kunnen meenemen en de extra ondersteuning die dit vraagt voor lokale besturen en voor organisaties die met deze doelgroep werken, om die te kunnen inschrijven. En we zijn er heilig van overtuigd dat een eigen Vlaams impulsbeleid met aandacht voor deze kwetsbare doelgroep, jongeren, ouderen, kinderen, maakt niet uit, dat dat noodzakelijk is. Een tweede ding, daar dichtbij aansluitend, is of men kan gaan naar een meer zichtbare toewijzing van deze Vlaamse middelen. Ik heb het hier juist al gezegd, waarom bijvoorbeeld geen aanvullende dotatie of een bepaald percentage toeschrijven in functie van sociaal beleid. En dan tot slot pleiten wij ook voor een scherpere monitoring en evaluatie. Ik denk dat het de Vlaamse overheid door de nieuwe BBC eigenlijk wat mist aan concrete eikpunten om een stevige kwalitatieve en kwantitatieve monitoring te kunnen doen. Ik denk dat dat nodig is om daar zwaar op in te zetten, omdat het anders niet zo duidelijk is wat het gewenste effect is dat deze regelgeving heeft. En uiteraard, we zouden het netwerk tegen armoede niet zijn, wij zouden ook graag willen oproepen om binnen de commissie armoede expliciet gehoord te worden voor de middelen kinderarmoedebestrijding die ook worden ingekanteld. Erg bedankt voor uw aandacht. Nou, dank u wel. Dat laatste moet u aan de commissieleden vragen. Ja, ik weet het, maar ja. Zijn er collega's die vragen hebben? Mevrouw Idrissi? Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, mevrouw, voor uw zeer heldere uiteenzetting. Ik heb twee vragen die... ik heb na het lezen van, of het horen beter, van uw tussenkomst, eigenlijk hebt u nog heel wat vragen. En vragen waarop vandaag geen antwoorden zijn. En dan stel ik mij de vraag, ja maar zijn we met dit decreet, of die inkanteling van die middelen, en dus die decreet, zijn we niet te snel aan het gaan? Zou u niet eerst opheldering moeten krijgen op die vragen die u terecht ook stelt? En dan pas gaan beslissen van oké, we gaan al dan niet inkantelen of we gaan garanties binnenbrengen. Want het is natuurlijk ook, en u stelt ook de vraag, hè, parallel met wat er op lokaal vlak gebeurt, zie je ook wat er in de provincies gebeurt. Hè. Nu, u stelt de vraag, ja, ik probeer het hier af te zeggen, wat met het impuls... De impulsmiddelen die je krijgt vanuit de provincie, wat gaat daarmee gebeuren? Er zijn heel wat vragen en er zijn geen antwoorden op dit ogenblik. En dus stel ik mij luid op de vraag aan u, van vindt u dat dit decreet eigenlijk wel rijp is om gestemd te worden? Om wat daar allemaal in staat, om dat eigenlijk te gaan uitvoeren? Kan men beter niet wachten tot men antwoorden heeft op die zeer pertinente vragen die u stelt. Een tweede vraag die ik heb is, u stelt dat, en ik heb dat daar juist ook al gehoord bij uw collega's van jeugd, hè, van monitoring is belangrijk, we gaan dat zelfs wellicht ook wel horen, maar wat, en ik weet niet of u daarop gaat antwoorden, maar wat als uit de monitoring blijkt dat uw worst case scenario uitkomt? Ja, wat zijn we dan met die monitoringen? Want dan is eigenlijk het kalf al verdronken. Hè? Dus ik zou graag daar uw mening over hebben. Dank u. Dank u wel, mevrouw Bastiaans. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor jullie bijdrage, ook vanuit het netwerk tegen armoede. Ik heb twee vragen. U hebt aangegeven hoe belangrijk dat de ondersteuning eigenlijk is naar die lokale besturen toe, omwille ook van de expertise. Dat expertise die er nu ook is, op dit moment ook nog heel broos en jong is. Dus vandaar ook mijn vraag van, ja, hoe ziet u dat eigenlijk juist? En zou daar ook geen rol weggelegd zijn, eigenlijk ook voor de Vlaamse administratie, hè, waar dat de opdracht toch ook wel wat zal moeten wijzigen. Hè. Je hebt verwezen naar de VVSG, maar zou het een mogelijkheid ook zijn om daar binnen de administratie wel wat taken voor weg te leggen? Dat is één. En twee,
hebt u ook gezegd dat intergemeentelijke samenwerking heel belangrijk is, maar ook helemaal niet zo evident. En dus ik denk niet dat, dan is het de vraag eigenlijk van ja, om die intergemeentelijke samenwerking mogelijk te maken, ja, welke instrumenten hebben we daar eigenlijk voor nodig? Want nu was er op dit vlak eigenlijk niet veel kader, regelgeving eigenlijk daar rond, maar u geeft wel aan van wij vinden het eigenlijk wel nuttig en nodig. Ja, wat hebben we daar dan voor nodig? Nog collega's? Nee, mevrouw Lensen. Ja, eerst en vooral om te antwoorden op mevrouw Idrissi. Het is daarom dat wij een armoedetoets vragen. Uiteraard. Hè. Wij vragen, die armoedetoets vragen wij niet zomaar. Hè. Dat is juist om opheldering een stuk van die vragen te bekomen. Daarvoor dient uiteraard een armoedetoets. Hè. Armoedetoets voordat het decreet... Een armoedetoets is per definitie voor een decreet. Hè. Dus is per definitie om de effecten van een decreet te kunnen inschatten. Niet alle vragen die ik hier stel, onder andere rond de provincie, komen dan uiteraard in de armoedetoets aan bod. Maar uiteraard hangt heel dit verhaal niet op zich. Hè. Dit verhaal hangt samen met heel wat andere dingen inderdaad rond de provincies. Er zijn heel wat andere... De integratie van OCMW binnen gemeente, er zijn heel wat bewegingen aan de gang die allemaal wel wat aan elkaar hangen. Hè. Maar goed, los daarvan, ik denk een armoedetoets voor ons, hè, want uiteraard, ik spreek voor kwetsbare doelgroepen, kan al een antwoord geven. En u vroeg ook wat kan er bijgestuurd worden als monitoring faalt. Een armoedetoets houdt juist ook in dat er een evaluatie van regelgeving blijvend volgt. Hè. Wij hebben als instrument de VPAO's, verticaal overleg. En daar volgen wij ook regelgeving in op met voorbeelden vanuit de praktijk en vanuit die monitoring. Ik denk voor ons dan, maar nu spreek ik puur alleen vanuit het netwerk, is dat een manier waarop wij verder mee kunnen monitoren. Maar dat is niet de enige manier, uiteraard. Hè, maar het is een manier om verder de regelgeving te kunnen monitoren. Om te antwoorden op de vraag rond de ondersteuning. Ik heb zeker ook de VVSG vernoemd, maar niet alleen de VVSG. Ik heb ook onszelf vernoemd en de link vernoemd rond kinderarmoede, omdat wij daar ook ondersteuning bieden aan lokale besturen. Maar er zijn nog andere ondersteuningsmodellen mogelijk. Hè. Ik ben zeker niet aan het pleiten voor één model van ondersteuning. Ik merk alleen dat er veel vraag is naar vorming, naar ondersteuning, zeker wat betreft participatie van kwetsbare groepen. Men heeft daar weinig kaas van gegeten en men kijkt dan naar jongerenwerkingen, gezinswerkingen met mensen in armoede om help ons, hè, hoe dat we dat op een betere manier zouden kunnen doen. Maar dat geldt alleen rond die kwetsbare doelgroepen. Rond andere dingen zullen er andere ondersteuningsmethodieken mogelijk zijn. Maar absoluut, ik sluit daar Vlaanderen zeker niet uit. Ik denk dat er veel mechanismen mogelijk zijn, maar ze zijn nu niet ingeschreven. En ik denk dat het wel belangrijk is om niet af te hangen van projectmiddelen van jaar tot jaar, om dan die ondersteuning te kunnen bieden. En rond de intergemeentelijke samenwerking, ik heb daar niet direct een antwoord op wat dan moest ik dat hebben, hè, wat dan een goed model zou kunnen zijn. Wij zien goede praktijken. Hè. Ik denk dat dat al absoluut een iets zou kunnen zijn, maar moeten gaan naar fusies, naar schaalvergroting, weet ik het. Allee, ik laat dat in het midden. Hè, maar ik zie wel dat er iets nodig is om beter te kunnen samenwerken. Wij merken dat ook in heel veel andere vraagstukken. Oké, dank u wel, mevrouw Lensen. Kunnen we deze tweede ronde afsluiten? Ja, dank u wel. Nogmaals, mag ik vragen dat de volgende drie mensen, FOV, VV, BAD en VVC, zich instellen. Geachte commissieleden, hartelijk dank voor de gelegenheid die wij krijgen
hier om ons standpunt toe te lichten over de overdracht van sectorale middelen naar het gemeentefonds. We spreken hier namens drie organisaties. Lisbeth de Winter namens FOV, de Federatie Sociaal Cultureel Werk. Evi Gilaar namens de Vereniging van Vlaamse Cultuur en Gemeenschapscentra. En ikzelf, Bruno Vermeeren, namens de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie. Het lijkt ons aan het begin van onze uiteenzetting ook gepast om meteen de burgerbeweging hart boven hart te bedanken. Ze kan hier vandaag niet spreken, maar met een petitie over lokale voorzieningen verzamelt zij op korte tijd 14.000 handtekeningen. En daarmee ligt zij mee aan de basis van deze hoorzitting. En volgens ons toont die petitie en het succes van die petitie ook aan dat de bezorgdheden niet alleen leven bij het middenveld, maar dat die ook leven bij heel wat van onze burgers. We gaan de commissieleden, of een aantal onder de commissieleden, allicht moeten teleurstellen, want wij gaan het in onze uiteenzetting niet hebben over de oormerking van de middelen die overgedragen worden aan het gemeentefonds. Die kwestie is voor ons op dit moment niet aan de orde. We denken dat er een veel belangrijkere zaak is die speelt. We hopen het dat, zeker in deze commissie, de parlementsleden het met ons eens zijn dat elke burger recht heeft op cultuur. En dat er dus een gelijkwaardige toegang moet voorzien worden tot kunst en cultuur, maar ook breder tot informatie, tot educatie, tot ontspanning en ontmoeting. En de fundamentele vraag voor ons is of Vlaanderen zich op dit punt nog aangesproken voelt. Wil Vlaanderen rond deze thema's nog een impact hebben op het lokale beleid? Ja, wij willen graag samen met anderen de handen uit de mouwen steken en werk maken van een straflokaal verhaal, maar sta ons toch toe om enkele bekommernissen te uiten, die wij toch spotten in dat veld. We hopen dat Vlaanderen rond deze thema's ook in de toekomst ambitie zal blijven tonen. En een van de eerste is participatie en inspraak. En ik ben niet de eerste die dat vandaag vertelt. Wel, voor ons geldt, it's a two-way street. Je kan advies vragen en participatie verwachten, maar burgers en verenigingen hebben ook gewoon het recht om zelf hun mening te uiten over onderwerpen waarover zij iets willen zeggen. De beknopte meerjarenplannen in de gemeente maken dit niet makkelijker, maar moeilijker. En laten we eerlijk zijn, de vaak goed bedoelde eendagsparticipatie-initiatieven zijn soms niet duurzaam en bovendien top-down geregisseerd. We maken ons al dus zorgen over de duurzaamheid van participatie-initiatieven van de toekomst. Ook de regeldrift baart ons zorgen. De lokale regels nemen niet af, maar toe. De voorwaarden om ondersteuning te krijgen stijgen en het faciliterend kader, en dan heb ik het zowel over lokale mensen als middelen, neemt onder de besparingsdruk af. Beste parlement, graag ook uw blijvende lokale aandacht voor vrijwilligers. Zij zijn geen goedkope gemeentelijke arbeidskrachten en geen efficiëntieoplossing voor een tekort aan middelen. Maar goed ondersteund, voorzien van ruimte, zowel mentaal als fysiek, en volwaardig benaderd, zijn die lokale groepen echt wel bereid om hun steentje bij te dragen. Benut de expertise die het middenveld over ettelijke decennia heeft opgebouwd in het motiveren en inspireren van vrijwilligers bij het uitbouwen van een Vlaams en lokaal kader. Laat gemeente niet zwemmen in de vrijwilligerszee, maar verbind hen met deze vaak landelijke of regionale expertise. En tot slot vrezen we de postcode-democratie. Autonomie mag geen motief worden voor uitsluitingsgedrag. Voor het opzetten van moderne gemeente- en stadsmuren, voor het absoluut favoriseren van eigen inwoners en kiezers zonder het bredere plaatje van de regio in ogenschouw te nemen. Ja, en die brede blik op de regio, die geldt zeker voor cultuurcentra. Ze hebben eigenlijk altijd al een regionale opdracht gehad. En hoe gaat men hiermee omgaan als dit enkel door een lokale bril bekeken wordt? Een cultuurcentrum was geen verplichting voor een gemeente. We hadden wel een lijst van gemeenten met een recht op een subsidie voor een cultuurcentrum. En dat zorgde eigenlijk voor een evenwichtige spreiding. De hefboom van de vijfvoudige investering was onder andere nodig om die regionale opdracht te blijven opnemen. 20% subsidie investering van Vlaanderen, 80% lokale investering, dat kwam eigenlijk daar vandaan. De belangrijkste bezorgdheid die bij ons leeft is de gelaagde diversiteit in ondersteuning en cultuurprogrammatie. Ja, dat staat onder druk door besparingen, hè, daar ontkomt niemand aan, maar als er straks geen garanties en geen globale visie meer is, zal dat effect versterkt worden.
Waarover gaat het? Heel wat cultuurcentra geven aan dat ze minder risico nemen of goedkoper moeten programmeren. Welk cultuurcentrum kan en mag straks nog investeren in kwetsbare producties? In jong of nieuw talent? In producties die minder publiek trekken, maar wel kwaliteitsvol zijn? Wat met de kunstproducties die gemaakt worden met Vlaams geld in het kunstendecreet? Als we niet willen dat kunst er enkel voor de stedeling is, hoe zorgen we ervoor dat cultuurcentra hun verantwoordelijkheid blijven opnemen? De vrees voor verschraling van het aanbod geldt ook voor de collecties van bibliotheken. Welk motief zal er primeren? Het aantal uitleningen van populaire boeken of ook de kwaliteitsvolle minder bekende auteurs? Maar het gaat niet enkel om het aanbod. Daarnaast investeren in participatie en educatie. Ook dat staat onder druk. De scholenwerking, kwetsbare groepen enzovoort. Steeds meer zijn cultuurwerkers op zoek naar hoe ze kunst kunnen verbinden met wat lokaal leeft en relevant is. Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende processen spelen in op maatschappelijke uitdagingen die boven lokaal zijn. Gaan we deze waarden en expertise straks meenemen in de weegschaal? Bovendien zijn deze methodieken toe aan nieuwe impulsen en expertisedeling. De samenwerking met amateurkunst en het lokaal verenigingsleven komt hier en daar in het gedrang door een aangepaste dienstverlening. Wij horen nu al verhoging van zaaltarieven tot geen tijd voor intensere samenwerkingsprojecten. En laat nu net dat soort projecten inspirerende en vruchtbare humus opleveren voor het lokaal sociaal weefsel. Bijna 40 jaar van volgehouden investeringen hebben van de openbare bibliotheken een fijnmazig netwerk gemaakt dat inzetbaar is op vele domeinen. Het gaat dan niet alleen over cultuur, het gaat ook over mediawijsheid, over onderwijs, over welzijn, over de realisatie van een actieplan, radicaal digitaal. Dus er is heel veel mogelijk. In heel wat Vlaamse bibliotheken, in Vlaamse gemeenten natuurlijk, is de bibliotheek de enige culturele voorziening. Bibliotheken functioneren ook als een netwerk. Dat is het meest zichtbaar, tussen aanhalingstekens dan, op het vlak van digitale infrastructuur, waar die samenwerking het meest doorgedreven is, maar het blijft daartoe niet beperkt. Om een klein voorbeeld te geven, bibliotheken lenen bij elkaar boeken die niet in de eigen collectie aanwezig zijn. Interbibliothecair leenverkeer noemen wij dat. Recente besparingen bij de provincie Antwerpen hebben deze dienst in het gedrang gebracht. En dat voorbeeld illustreert, denk ik, hoe een netwerk maar functioneert als er voldoende coördinatie is, als er duidelijke afspraken zijn. En de vraag is wie dat die coördinatie op zich gaat nemen. Evi wees al op het gevaar dat de collecties in de bibliotheken zullen verschralen. Het gevaar beperkt zich niet alleen tot de collecties, maar geldt ook voor de organisatie van activiteiten. Onze bibliotheekmonitor illustreert dat collectie- en werkingsbudgetten de eerste slachtoffers zijn bij besparingen op het lokaal niveau. En dat op een moment dat van de bibliothecaris verwacht wordt dat hij buiten zijn eigen instelling treedt en nieuwe verbindingen legt. Maar als er geen budgetten voor zijn, dan wordt dat wel moeilijk. Ook de innovatie in de sector komt in gevaar. Personeel dat met pensioen gaat, wordt in heel wat gemeenten niet vervangen. Zowel in 2013 als in 2014 melden 40% van de bibliotheken, en dat geldt trouwens ook voor de cultuur- en gemeenschapscentra, dat het personeelsbestand daalt. En dat terwijl er net nu nood is aan een instroom van nieuw talent, van jonge mensen met andere profielen. Op dit moment staan ook de structuren op de helling die het mogelijk maken om lokale innovatie door te geven aan de bredere sector. En tot slot is er grote onzekerheid over de toekomst van bovenlokale stimulansen voor innovatie. We hebben er goede hoop op dat de digitale uitdagingen aangepakt zullen worden. Daar wordt met de fusie van Locus en Bibnet aan gewerkt. Maar er is nood aan meer dan dat. Wie zal in de toekomst nog opleiding, financiering en begeleiding voorzien? En langs welke lijnen zullen deze uitgezet worden? Wie ontwikkelt een visie en instrumenten daarvoor? Ja, onze bekommernissen hebben we al geschetst, maar we kijken ook graag naar de toekomst. Voor ons zijn de volgende elementen de basis voor een toekomstig lokaal succes. 1. Stimuleer gemeenten tot nieuwe verbindingen en afspraken tussen lokale, Vlaamse en regionale actoren uit het brede middenveld. Van de professionals uit de cultuurcentra, de bibliotheken en de verenigingen tot de lokale burger en amateurkunstenaar, want samen kruiden we het lokale verhaal. Ze hebben nood aan sterkere verbinding, aan een new deal. Versterk de draagkracht van zowel lokale besturen als van organisaties. Hun wisselwerking is een kerningrediënt van de toekomst.
en schep een kader voor innovatie in methodiek en in dienstverlening. Creëer ruimte voor experiment en voor proeftuinen. En doe dit alles vanuit een beleidsvisie die je vormgeeft op basis van een breed inhoudelijk debat. Ja, aan de ene kant horen we dat er een wirwar is aan regionale structuren en samenwerkingen. En dat klopt, daar moet orde in komen. Aan de andere kant worden de kansen nog niet optimaal benut. En dat komt omdat het ontbreekt aan een globale visie. De vraag is dan, hoe organiseren we een zo breed mogelijk palet aan functies en dienstverlening voor de burger en binnen welke haalbare schaal? De uitdagingen zijn, hoe komen we tot schaalvergroting en efficiëntie, maar tegelijk ook tot meer maatwerk, tot meer verdieping en verbreding. Hoe organiseren we op deze schaal dan ook weer inspraak en betrokkenheid van burgers en middenveld? Wij zijn vragende partij om hier verder op in te zetten en dit te onderzoeken. Maar gebruik ook alsjeblieft de expertise die er is op het terrein. Bij Vorming Plus, bij de regio-medewerkers van verenigingen, bij cultuur- en gemeenschapscentra, bij erfgoed en bibliotheken. Er zijn al heel wat voorbeelden. Ik denk dat we daar kunnen inspiratie uitputten. De minister van Cultuur maakt alvast een afspraak om de regionale schaal te verkennen in het kader van cultuurspreiding. En we hebben dat ook kunnen toelichten ook al in de hoorzitting over de visienota kunsten. En we stappen dus graag mee in dit constructief proces. Maar het mag daar niet stoppen. Er is nood aan een grondig inhoudelijk debat met alle partners rond de tafel om te komen tot een visie. En van daaruit deskundige begeleiding, instrumenten en impulsen om dit mogelijk te maken. We hebben het al aangehaald aan het begin van ons verhaal. We zijn ervan overtuigd dat er nood is aan een gelijkwaardige toestand, met nadruk op die gelijkwaardige, tot kunst en cultuur, tot informatie en educatie, ontspanning en ontmoeting. Die gelijkwaardige toegang vraagt coördinatie, afstemming en duidelijke afspraken, ondersteund door een coherente monitoring. Ook lokale besturen en lokale organisaties hebben behoefte aan ondersteuning. Ze vragen opleiding, impulsfinanciering, begeleiding. Thema's zoals participatie en het ontwikkelen van een visie op schaalgrootte en op samenwerking vragen een globaal kader. Ja. Er is dus in één woord nood aan een Vlaamse beleidsvisie. En daar wordt voor alle duidelijkheid wel aan gewerkt, maar ze is niet af. En als Vlaanderen die visie ook wil realiseren, zal ze nood hebben aan instrumenten. Aan overleg en pure uit elkaar sterkte en niet alleen lokaal, maar ook Vlaams en regionaal. Span de kar niet voor het paard. Voer dus eerst een discussie over de beleidsvisie en ga dan pas over tot overdracht van middelen. Wij willen graag vanuit onze kennis en expertise, gewonnen uit de lokale context, uit het werken met vrijwilligers, uit onze netwerken over sectorgrenzen heen, meedenken, mee vormgeven en bouwen aan een toekomst voor lokaal, regionaal en Vlaams cultuurbeleid. En dan tot slot nog, in tijden van burgerkabinetten en cultuurfora lijkt het ons niet meer dan normaal dat als 14.000 mensen bottom-up vragen om even te luisteren naar de bekommernissen van hart boven hart, dat ze die dan ook zouden krijgen. En misschien in de commissie Binnenlands Bestuur, wat wij eigenlijk over de ganse lijn willen zeggen is, neem de tijd, ga niet overhaast te werk. Er staat veel op het spel. En alvast heel erg bedankt om naar ons te luisteren. Ja, zie, dat verdient een bloemetje. Het feit dat ze binnen de tijd gebleven zijn. Hè. Voor, de rest, voor de rest ga ik mij de traan opstellen natuurlijk. Collega's, zijn er vragen? Hè? Collega Idrissi, alsjeblieft. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Dank jullie ook voor jullie zeer heldere en bondige uiteenzetting. Ik merk dat jullie echt wel bijna met de chronometer erop gelet hebben om binnen die afgesproken tijd... De regieaanwijzingen staan op de slide. Ja, op de achterkant, ja. maar alle gekheid op een stokje. Jullie hebben heel wat vragen waar dat jullie eigenlijk geen antwoorden voor vinden in het decreet zoals dat het vandaag voor ligt. Hè. Ik ga het niet allemaal herhalen, maar bijna elke slide bevat vragen waar dat er op vandaag de dag geen antwoord op is. En waar dat er eigenlijk een grote bekommernis is dat als er geen antwoord is op die vragen, dat het dreigt een beetje... Ja, in de soep te draaien, maar dat we daar dan pas achteraf de consequenties van gaan zien. Misschien niet direct binnen de maanden na de inwerking treden, maar zeker op middellange termijn. En jullie zeggen ook van ja, span de kar niet voor het paard. Hè. Dus eigenlijk zeggen jullie met dit decreet zoals het hier voor ligt, wordt de
de kar voor het paard gespannen. En dan stel ik mij de vraag van, ja, maar hoe willen jullie dit gaan remediëren? Want jullie zeggen van, eigenlijk voor ons wat er nu in staat is te weinig. Hè. Er moeten antwoorden komen. En zeggen jullie dan van, ja, maar beste regering of beste ministers die deze decreet op tafel hebben gelegd, maak jullie huiswerk terug opnieuw. Zorg dat die antwoorden mee verankerd worden of die bezorgdheden op zijn minst mee verankerd worden in het decreet. En kom dan terug naar het parlement. Of hoe zien jullie dat eigenlijk? Of zeggen jullie van nee, laat dat decreet maar passeren en we zullen langs een andere weg die remediëring vragen. Want eigenlijk is het... Ik vind eigenlijk wel, u zegt wel, ja, er is nood aan een Vlaamse beleidsvisie. U hebt dat natuurlijk wel een beetje genuanceerd. Hè, van, ja, het is niet dat er vandaag geen is, maar toch. Hè, dus eigenlijk zeggen jullie van, wat er vandaag op tafel ligt, is te weinig. En er moeten antwoorden komen. En die antwoorden zouden best mee in het decreet worden opgenomen. Dus mijn vraag is van, één, is dan wat verwachten jullie dan nu van het decreet dat naar de prullenmand wordt gestuurd en dat er eerst antwoorden komen, dat het met andere woorden uitgesteld wordt, totdat er meer, dat het meer body heeft, hè? Want je ziet ook van, dit decreet, daar hangt ook heel veel af van andere elementen, hè? Jullie hebben dat ook heel mooi verwoord. Dat is één vraag. En een tweede vraag die ik heb, van ja, jullie zeggen van ja, coherente monitoring, hè, wat bedoelen jullie daar juist mee? En wanneer zou er eigenlijk een alarmbel moeten afgaan dat de monitoring, dat er eigenlijk iets grondig mis is, of er dreigt iets grondig mis te gaan? Hè, wat is voor jullie daar de bottom line? En dan... toch één element, jullie hebben het niet aangehaald, de oormerking, hè, is niet opgenomen, terwijl dat, we toch vanuit verschillende hoeken horen dat dat een effectief middel kan zijn om op zijn minst te garanderen dat vandaag die middelen die voorbestemd zijn voor cultuur, hè, voor de bibliotheken, voor de gemeenschapscentra, dat die op zijn minst daarvoor gebruikt worden en dat die niet voor... andere zaken die misschien even belangrijk zijn, hè, rioleringen of ik weet niet wat, dat je op zijn minst dat toch kunt garanderen. Dus ik zou daar graag iets meer uitleg over hebben. Ik dank u. Dag collega's, mevrouw Bastiaans. Dank u wel. Vooral ook dank u wel aan de sprekers voor hun beknopte, maar toch heel duidelijke bijdragen die zij namens de verschillende organisaties en verenigingen die jullie vertegenwoordigen en die samen mee hart boven hart maken, hier komen brengen. Wat ik eigenlijk vooral heel hard onthoud, is dat jullie ook elementen voor een toekomstig succesvol Vlaams beleid meegeven. Maar dat die vooral ook niet alleen te maken hebben met het decreet waar dat we het hier vandaag, of de decreten waar dat we het hier vandaag over hebben, maar vooral ook over andere decreten die uitvoering moeten krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan het kunstdecreet, maar ook aan decreten waar dat we in de toekomst aan gaan werken, heeft ook de minister in ieder geval aangegeven, zoals decreet sociaal-cultureel werk, waar dat jullie heel duidelijk van zeggen van, willen we komen tot een breed gedragen cultuurbeleid op lokaal niveau, regionaal niveau en Vlaams niveau, ja, dan gaan we daaraan wel moeten werken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie inderdaad ook wel hebben aangegeven van, het is niet één klein stukje eruit, het zijn heel veel puzzelstukken en we moeten die puzzelstukken ook in de toekomst wel terug bij elkaar leggen. Het is niet omdat er één stukje wat verandert dat je geen mooie puzzel terug kunt maken. Maar die gaan we vooral ook samen met jullie moeten maken. En dat is vooral hetgene dat ik onthoud uit jullie bijdrage van vandaag. Collega Meermans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik direct uw rechter. Dank aan de voorzitter. Maar in elk geval wil ik één ding zeggen. Dat wat FOV zei, of een van de sprekers, alleszins dank voor jullie bijdrage. Jullie vertegenwoordigen het middenveld. We hebben elkaar trouwens ook al eens gezien in de winter, toen waren jullie er ook, omdat jullie het middenveld vertegenwoordigen, zijn jullie er ook gevraagd natuurlijk, hè, met elk specifieke organisatie. Maar in elk geval, wat u zei, was van,
Er is wel degelijk een beleidsvisie, ze is bezig, maar ze is niet af. Daar ben ik het met u eens. Nu, in elk geval, wat hieruit spreekt, en dat is wat jullie ook gezegd hebben toen we elkaar zagen naar aanleiding van budget 2015, correct, ja. Toen heel veel bezorgdheid, hè, wat ik ook wel begrijp. Hè. Moet wel zeggen, jullie verwijzen vaak ook naar besparingen die gebeuren op het lokaal niveau. Die besparingen zijn ook wel gestart voor deze regering aantrad. Hè. Dat wil ik toch wel even zeggen. Dat heeft dan niet te maken met de visie van deze Vlaamse regering. Dat heeft te maken met de acute situatie van gemeenten en steden. En ik vind nog altijd, en dat is misschien... Ik weet wel, en ik begrijp wel dat mensen zeggen van er moeten meer middelen komen. Maar ik vind ook wel dat ja, een gemeente moet daarin ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Hoe ze dat doen, is een andere zaak. Hè. Bijvoorbeeld, in mijn eigen stad was ik geen voorstander van het zetten van de filialen. Is toch gebeurd. Er moet elke gemeente bekijken of er alternatieven zijn of niet. Maar in dit geval zou ik willen zeggen wat u zegt van Vlaams, regionaal en lokaal. Maar het regionale, wat mevrouw zei van de VVC, bij correcte, dat regionale inderdaad. Ik geloof heel sterk in wat ik noem die cultuurregio's. Mijn persoonlijke visie, dat je gaat kijken als regio. Wat leeft er hier van cultuur, sociocultureel veld? Hoe is de werkende bibliotheken? Wat is er hier van erfgoed? Het zijn die zaken die meer moeten meegenomen worden. En we moeten daartoe komen. Want ik denk inderdaad als cultuurcentrum of gemeenschapscentrum, ja, die samenwerking is er vaak nu al. Maar zoals u zegt, er is een wirwar. Dus dat moet inderdaad moet men komen tot meer coherente samenwerkingsverbanden. Maar ik denk dat daar ook een taak is van de minister om te zien van hoe kan ik stimuleren dat gemeenten en steden, want als je het werkelijk zou zeggen, we gaan het nu opleggen, daar geloof ik niet meer in, omdat je dan meestal, ja, als er geen wil is vanuit lokaal niveau om te zeggen, we gaan een stuk samen met andere gemeenten in onze regio daar het verhaal maken, dan heeft het ook geen zin. Maar ik denk wel dat er triggers moeten zijn om die regionale samenwerkingsverband te stimuleren. En dan moet het inderdaad wel gaan over een landschapstekening van gans die regio. En dan bekijk je het verhaal op een andere wijze. Ik denk dat dit de enige wijze is, of de enige manier waarop je kan verzorgen dat bepaalde aspecten van cultuurbeleid, ruime cultuurverenigingsbeleid, niet kunnen verloren gaan. Ik denk dat de enigste wijze zal zijn. Nu, zou ik graag jullie visie daarover halen, of jullie zien van wat kan er gedaan worden, omdat we die samenwerkingsverbanden regionaal en dan ruimer, niet enkel cultuurcentra, bibliotheken, erfgoed en dan, nee, heel een boel samen, hoe jullie dat zien. Ja, dank u wel. Ik heb ook nog een vraagje die ik niet uitgebreid zal inleiden, maar ik wil gewoon even dat u toetst op mijn vraag of het klopt wat ik lees, interpreteer, hoor. U zegt, we hoeven niet terug naar de oude decreten. Is dat juist of niet juist? Weg met de oude decreten? Maar we moeten ook niet naar de situatie zoals ze nu voorgespiegeld is, met name een loutere inkanteling in het gemeentefonds, zonder bijhorende omkadering, voorwaarden en bedenkend. U wil niet terug naar vroeger, u wil niet naar die regeling, u wil eigenlijk dat er eerst gewerkt wordt aan een visie uit, een ontwikkeling van een visie. En is dat dan een visie die de wijze van samenwerking tussen lokale overheden en het Vlaamse niveau bekrachtigt, mogelijk maakt, in kader brengt, wat moet ik mij daar bij voorstellen? Dat is dus mijn vraag. Jullie verdelen maar zelf de orde en nu voor de rest. Hè. Ja, ik weet niet hoe. Ik denk dat een aantal vragen parallel lopen en eigenlijk betrekking hebben op de relatie van dit decreet en de bestaande decreten, de vragen waar we mee zitten en de processen die aan de gang zijn. Ik denk, om maar te beginnen met de vraag die op het einde gesteld is, van willen wij terug naar de oude decreten? Wij gaan ervan uit dat een terugkeer naar de oude decreten niet meer aan de orde is. Er wordt een stap vooruitgezet en we zijn daar op zich ook niet negatief over. We denken dat daar een aantal kansen liggen om een nieuw beleid uit te tekenen. Ik denk vooral op het vlak van de overdracht van provinciale bevoegdheden ligt er eigenlijk op dit moment heel veel open, maar de vraag is van
welk beleidsniveau gaat dit opnemen? En als dat beleidsniveau dit opneemt, als, zoals we met deze organisaties vragen, dat zoveel mogelijk naar Vlaanderen gaat en Vlaanderen neemt dat op, op welke manier gaat zij met die provinciale middelen beleid voeren? En gaat dat ingezet worden om die regionale samenwerking, waar meneer Meermans het over had, om die te stimuleren en mogelijk te maken? Dus in die zin denk ik, dat proces is volop aan de gang. Er zijn heel wat zaken in beweging. En ik denk dat onze kernvraag is van ja, dit decreet op de overdracht van de middelen, laat ons dat op zijn minst even on hold zetten. En eerst even bekijken hoe, hoe die globale visie eruit ziet, welke middelen er nodig zijn om die visie te realiseren, en dan beslissen of dat een overdracht en wat die dan geoormerkt moet zijn of niet, dat is eigenlijk op dat moment te beslissen. Maar je hebt toch eerst dat kader nodig, dat schetst van hoe de Vlaamse overheid, de lokale besturen gaan samenwerken, hoe dat middenveld, hoe dat regionale niveau wordt ingevuld, want daar zijn heel veel pistes op dit moment, maar er is op dit moment ook heel veel onduidelijkheid over. Ik weet niet of de collega's daar... Ja, ik denk dat Bruno het goed samengevat heeft. Wij van FOV zelf hebben ruim een tijd geleden al gewerkt aan een nieuw voorstel, eigenlijk een New Deal, waar dat wij enkele voorstellen echt concreet in proberen te maken en meer ook structureel op niveau van de regio, waar dat we echt zeggen van we moeten terug veel meer gaan inzetten op verbinding. En dat is ook geen oplossing voor besparingen, maar geeft nieuwe kansen op besparingen. En ik denk dat tijd een, iets is wat nodig is op veel vlakken. In veel lokale gemeenten merken wij dat de besparingsdrift die er inderdaad al was, die er nu al is, nog voordat dat eigenlijk heel deze regelgeving ingaat, dat is er nu al. Maar we merken daarvoor dat het er dikwijls op neerkomt dat gemeenten eigenlijk kiezen om zo snel en zo goed mogelijk te besparen, om ook zelf uit die rode cijfers te geraken. En dat ze daardoor ook niet genoeg tijd kopen, niet genoeg tijd nemen om na te denken over alternatieven. We denken dat net dat soort kansen, dat soort impulsen om gemeenten te stimuleren, van te gaan kijken van hoe kun je nadenken over alternatieven, wat zijn alternatieven, dat dat heel noodzakelijk is. Dat samen met de juiste tussenfiguren die fungeren op het lokale veld en waar daar zeker genoeg in moet geïnvesteerd worden. Ja, misschien nog even aanvullen. In het decreet lokaal cultuurbeleid zit er nog wel een klein budget dat eigenlijk nu al inspeelt op intergemeentelijke samenwerking rond cultuurcommunicatie, cultuuraanbod. Dat is een beperkt budget, dat is eigenlijk nog het enige dat daar aan middelen overschiet. En dan zou je daar wel mee aan de slag kunnen gaan. Maar het gaat tenslotte wel altijd nog over middelen. Hè? Dus je kan wel een globale visie gaan uitrollen en dan ook zeggen dat dat niet verplichtend is en spontaan naar boven mag komen. Maar dan zien wij toch wel, als je kijkt welke regio's er zijn, en we hebben die inventaris gemaakt, dat die er ook wel allemaal zijn dankzij bovenlokale middelen. Ofwel uit het decreet lokaal cultuurbeleid, ofwel door een provincie. Bijvoorbeeld provincie Vlaams-Brabant heeft daar heel sterk op ingezet. En dan zie je dat de andere provincies achterwege blijven. Dus je merkt toch wel dat daar stimulansen nodig rond zijn. En dat we daar ook wel inhoudelijke en deskundige begeleiding bij nodig hebben. Dus dat is iets wat de laatste jaren al in opmars was, maar waar we nog niet echt heel erg op hebben ingezet met de steunpunten of de belangenbehartigers. Dan, ik denk, mevrouw Idrissi stelde ook nog een vraag naar de monitoring. Ik denk dat ik mij ook wil aansluiten bij vorige sprekers. Het gaat niet alleen over monitoring als een alarmbel en het toezicht houden op lokale besturen. Ik denk dat monitoring een instrument is om te kijken van hoe een sector evolueert, dat dat een leerinstrument is, zeker in een sector, ik spreek voor mijn eigen bibliotheeksector, waar een aantal verschuivingen aan de gang zijn, minder uitleningen, maar wel meer bezoekers, meer activiteiten. Dus dat door eigenlijk een doorgedreven monitoring kan je dat soort processen in kaart brengen en kan je daar ook toekomstgericht op gaan inspelen. Het is denk ik belangrijk dat we de instrumenten die we de voorbije jaren ontwikkeld hebben, voor de bibliotheken bestaan er cijfers over verschillende jaren, ja, dat we dat niet zomaar weggooien en dat we daar eerder op inzetten en bekijken van hoe we dat verder kunnen ontwikkelen om dat te behouden als instrument. Ja, dat klopt. Ook voor de cultuurcentra is er zo'n monitoringssysteem, maar op dit moment hebben we begrepen dat daarover gediscussieerd wordt, maar wij zijn niet aan tafel.
Dus daar zouden we toch wel willen vragen dat we daar ook in betrokken en gehoord kunnen worden. En dan, ik denk, de laatste bedenking misschien. Meneer Meremans heeft de link gemaakt ook tussen besparingen en regionale samenwerkingen. Die besparingen die onder andere op bibliotheken afkomen, komen natuurlijk ook voor een deel vanuit Vlaanderen, waar er ook bespaard wordt. En we denken ook wel dat er kansen zijn door meer in te zetten op regionale samenwerking, om die besparingen voor een deel op te vangen en te zorgen dat er toch een volwaardige dienstverlening blijft waar elke burger toegang toe heeft. Maar dan heb je wel een visie nodig op die regionale samenwerking. En we zien een aantal interessante bewegingen op dit moment in een aantal regio's rond bibliotheken. Ik denk aan het Meetjesland, aan Route 42, Pajottenland. Dus daar bewegen wel dingen. Maar daar is op dit moment geen duidelijke visie op hoe dat verder moet en hoe dat ingezet kan worden om die besparingen mee op te vangen. Ja, collega's, dat is deze ronde, kunnen we die hierbij afsluiten? Ja, dan vraag ik, dank u wel. Dank u wel, de drie sprekers, Lisbeth de Winter, Evi Giaar en Bruno Vermeeren. En ik vraag dan aan mensen van ISB, Danny Puny en David Nassel, nee, ja, om zich te installeren. Dat dan niet. Waar is de naam van Janne? Hij komt. Zij het al in? Zij het al in? David blijft gender. Okay, well. Ik heb uw presentatie als PDF gekregen. Dus je kunt gewoon met een beetje op met die vertelsjes. Maar ik krijg het nog. Ja, dat kan ook. Dus het is gewoon perfect. Met de pijltjes toetsen. Met deze pijltjes toetsen kun je perfect nog beginnen. Ja, naast mij zit Danny Puny, de voorzitter van het ISB. En ik krijg bij deze het woord. Dank u wel. De microfoon aan. Je microfoon dan, ja. Ja. Dank u wel, voorzitter, geachte leden. Dank voor de uitnodiging om ook hier vandaag als ISB aanwezig te kunnen zijn. Als eerste geef ik een heel kort overzicht van wat ISB is. ISB staat voor het lokaal en regionaal sportbeweeg- en recreatiebeleid. In feite zijn wij gestart als een ledenvereniging, maar zijn we ondertussen ook een kenniscentrum voor de lokale en regionale besturen op gebied van sport, bewegen en recreatie. We vertegenwoordigen zo'n 294 gemeenten en hun sportcentra, als ook een 180-tal publieke zwembaden. In de verenigingen zitten zowel leden van de lokale adviesraden, leden van het lokale beleid, als de lokale ambtenaren voor sport. We zijn een zuiver autonome organisatie, maar we hebben wel een beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. In de rij van de verenigingen die vandaag aan bod gekomen zijn, zijn we wel een atypische vereniging. Slechts één voorbeeld hiervan is dat de ontvangsten uit onze beheersovereenkomst slechts voor 13% gedekt worden voor wat betreft de totaliteit van de uitgaven. Waar gaat ISB voor? ISB gaat voor een kwaliteitsvol sportbeleid. Enerzijds sport als lokale kerntaak, met andere woorden sport als doel, maar ook sport binnen het vrije tijdsbeleid, binnen het gezondheidsbeleid. Dus eigenlijk zowel sport als doel en sport als middel. En dit in de context van een integraal lokaal beleid. Wat vinden wij van het decreet of van het voorstel? Wij vinden de inkanteling logisch. Ook daar zijn wij waarschijnlijk atypisch. Wij vinden een correcte stap naar autonomie, naar vereenvoudiging en voor ons uit de sportsector voornamelijk naar minder planlast. We vinden dan ook jammer dat men inderdaad de gemeente niet altijd serieus neemt
of dat men nu schrik heeft dat de gemeente niets meer voor sport gaat doen. We begrijpen dat eigenlijk niet goed. Want de sportsector krijgt lokaal 15 à 16 miljoen amper van Vlaanderen. En de lokale besturen leggen daar maar liefst 250 tot 260 miljoen tegenaan. Dus dat wil zeggen dat Vlaanderen voor de gemeente slechts 6,5% uitmaakt van de totale uitgaven die er gedaan worden voor sport. Dus waarom zouden wij panikeren? We zijn natuurlijk ook niet blind. En we zijn ook waakzaam voor besparingen. De autonomie werd gevraagd, maar we moeten inderdaad kijken naar het feit van wat gaat er gebeuren. En het is vandaag ook meer als één keer reeds aangehaald. Ja. Reeds meer als één keer aangehaald. De besparingen die er ook voor sport gebeurd zijn, mogen niet aan een toekomstige inkanteling verweten worden. Deze besparingen die er tot nu toe doorgevoerd zijn, zijn voornamelijk een gevolg van het feit van de invoering van de beleidsbeheer en de beheerscyclus. Daar zijn de gemeenten voor het gegeven komen te staan dat zij effectief een sluitende begroting moesten voorleggen. En daar, op dat ogenblik, de laatste 2 jaar, zijn er enorme lasten bijgekomen voor de gemeente en ook voor de gebruikers. We moeten het niet onder stoelen of banken steken. De gebruikers hebben meer betaald voor hun diensten. We hebben dan ook als ISB gekeken wat is er in 2013 en 2014 gebeurd op het gebied van besparingen. En de grote slof van besparingen is inderdaad doorgevoerd in deze 2 jaren. Maar laat ons ook de politieke realiteit onder ogen zien. Gemeentes die gedurende 6 jaar niet gestegen zijn met hun tarieven, is het niet abnormaal dat ze het eerste jaar bij een nieuwe legislatuur wel die achterstand inhalen. Maar nogmaals, voornamelijk het moeten in evenwicht zijn van de meerjarenplanning zorgt ervoor dat de diensten en sport is voor een stuk een dienst naar de bevolking toe, sowieso duurder wordt. We hebben dus inderdaad ook wel gezien, en dat vind je in de tabel ook terug, dat er inderdaad ook minder subsidies gegeven worden. Dat er bespaard wordt op infrastructuur, dat er bespaard wordt op onderhoud en zelfs dat er personeel niet vervangen wordt. Nogmaals, dit alles een gevolg van, is geen gevolg van een mogelijke inkanteling, is zuiver een gevolg van de eenheid in gemeenterekening. We hebben dan de ambtenaren ook op voorhand gevraagd, hebben jullie schrik van de inkanteling? Letterlijke vraag was, wat verwacht je van het budget van sport in de gemeente als alle sectormiddelen inkantelen in het gemeentefonds? En 76% van de collega's, sportfunctionarissen en beheerders hadden helemaal geen of weinig schrik hiervoor. Er zijn er inderdaad een 22% die er wel voor schrik voor hebben. En dat zijn natuurlijk voornamelijk gemeenten en voornamelijk sportdiensten die in de kinderschoenen staan. Die pas ingeschreven hebben in de Vlaamse beleidsprioriteiten. Die pas begonnen zijn te denken aan een uitbouw van het gemeentelijk beleid. Voor die zal het ongetwijfeld moeilijk worden. Een stap verder, want we horen ook dikwijls zeggen, de verenigingen gaan minder toelage krijgen. En daar waren de ambtenaren nog duidelijker in. 82% van de ambtenaren verwacht niet dat het inkantelen van de subsidies, sectorale subsidies, in het gemeentedecreet een reden is om minder toelage te geven aan de gemeente. Tot hier het positieve nieuws. Anderzijds zijn er natuurlijk ook een aantal randvoorwaarden waar we willen op duiden. Wij vragen ook, net als de andere sectoren, dat er gelijke spelregels zijn voor iedereen.
sport, jeugd, cultuur en alles wat ingekanteld wordt. Ik wil me daarmee verduidelijken. Indien er ingekanteld wordt, is het voor alles en voor iedereen en niet voor een bepaalde sector of een bepaalde onderdeel van sectoren. Wij vinden de snelle invoering geen nadeel. We hebben gezien dat er een beleidsverklaring geweest is van de regering die heel snel omgezet werd in een voorstel of ontwerp van decreet. Eigenlijk vinden we dat niet slecht. Het kan goed zijn dat er een heel aantal elementen nog moeten verbeterd en aangepast worden, maar het schept althans duidelijkheid, zowel voor de sectoren, zowel voor de gemeente, als voor de diensten. Maar we hebben het natuurlijk ook gemakkelijk om het niet zo erg te vinden als sport. Want wij kregen amper geld. Als je de tabel ziet, wij kregen amper geld. Dus wij maken ons daar dus ook inderdaad minder zorgen over. De anderen kregen tot 6 keer meer. Tweede gegeven, wij hebben ook pas een beleidsplan van 2007 dat inderdaad 2 jaar geleden al afgeschaft is. Door ook weer de beleids- en beheerscyclus en het meerjarenplan. Dus we hebben ook de gewoonte niet gehad van heel lang te moeten werken met beleidsplannen of te mogen werken met beleidsplannen. En een derde punt, en dat zal niet verwonderen dat wij dat hier zeggen, dat wij ook altijd met de sportsector onderwerp geweest zijn van een zeer sturend decreet met enorm veel controle. Dus dat zijn toch drie elementen die de afwijkende mening ten opzichte van onze voorgangers kunnen duiden. Wat we wel betreuren, is de besparing natuurlijk die eruit gevoerd is. Want als we zojuist zeiden, het is fijn dat er dadelijk duidelijkheid komt, maar dan hebben we toch gezien dat eerst de cijfers over het budget 2014 in aanmerking genomen werden. Dat gauw 5% afgenomen werd naar 2015 en dat in het ontwerp of in het voorstel inderdaad niet de budgetten van 2014, maar die van 2015 als basis stellen. Dus toch weer al maar 5% minder. Positief vinden we echter wel dat het gaat van een vastliggend begroot bedrag. 2 vragen hebben we hierbij. We zouden toch willen kijken naar een toekomstperspectief voor de indexering. Het is met name zo dat zowel het gemeentefonds als de vroegere decreten allemaal geïndexeerd waren. En we zien in de niet-indexatie ook hier enkel en alleen maar een besparingsmaatregel. Wij kunnen als ISB de gemeente alleen maar ondersteunen indien zij het lokaal moeilijk krijgen. Wij zullen hun ook genoeg mogelijkheden aanbieden om een jong sportbeleid ook om te leren gaan met moeilijke thema's en met vernieuwing. ISB zal steeds van onderuit blijven ondersteunen. En we moeten inderdaad waakzaam zijn en aandacht geven aan zeer moeilijke thema's, zoals reeds vandaag aangehaald, zoals kansengroepen en armoede. Maar we zijn er anderzijds van overtuigd dat de gemeente met hun eigen lokale keuze ook met deze punten rekening zal houden. En indien ze dat niet zullen doen, zullen wij de lokale diensten de handvaten geven om op tafel te kloppen met hun eigen gemeente. Wat betreft indicatoren, kunt je op onze site vinden het ideale idee van indicatoren. Vlaanderen vraagt indicatoren, wij leggen ze niet op. We hebben wel samen met de sector een aantal indicatoren uitgewerkt die de gemeente vrijblijvend gebruiken voor een meerjarenplanning. Maar als ze ze gebruiken, beloven wij ook dat we hen kunnen laten benchmarken met andere gemeenten. Samengevat vinden wij de inkanteling logisch. Vinden wij dat er als voorwaarde hoort dat er gelijke spelregels zijn voor alle sectoren. Vinden we het jammer dat er geen perspectief is voor indexering. En
denken we dat ondersteuning vanuit verschillende verenigingen naar de gemeente toe zeker in deze situatie noodzakelijk zal zijn. Ik kan u verzekeren dat de vandaag naar voren gebrachte visie reeds enkele maanden bestaat. Maar toen we op 28 mei 2015 de standaard lazen, zagen we daar een heel mooie verwoording van onze visie. Ik had ze opgeschreven dat ik een aantal elementen naar voren zou brengen. Ik ga dat uit respect voor de volgende spreker niet doen, want het was een artikel, onder andere van de hand van de volgende spreker. Ik zou u allen oproepen dat we allemaal moeten ten strijde treden tegen het doemdenken dat sommigen hebben over de lokale overheid. Wij moeten niet blijven pessimistisch roepen dat het lokaal niet zal gaan. Ik vrees ervoor, indien wij allemaal blijven roepen, er zal bespaard worden op de verenigingen, er zal bespaard worden op de werking, er zal bespaard worden binnen onze sector, dat wij net de besparingen in de hand gaan werken. En wat wij proberen te doen met ISB is de gemeente te ondersteunen. En daarvoor kunnen ze altijd met ISB als sportbeleid speciaalzaak terecht. En de info vindt u op de laatste slide. Ja, dank u wel. Collega's, zijn er vragen? Niemand vragen? Anders ik wil wel een vraagje stellen. Ja. Jamila, Idrissi. Meneer de voorzitter, ik begeef mij op glad ijs omdat sportbeleid niet echt mijn thema is in deze commissie. Maar toch heb ik, twee vragen. Ik denk, u zegt herhaaldelijk van ja, we zijn niet tegen inkanteling en we zijn eigenlijk, we vinden dat een goede zaak. En wat mij eigenlijk een beetje opvalt is dat de inkanteling op zich eigenlijk niet zozeer bevraagd wordt door al die mensen die kritisch zijn tegenover het decreet zoals dat nu op tafel ligt, maar vooral de randvoorwaarden die niet voldoen worden, dat vandaag dreigt de middelen die sowieso naar sport gaan, naar cultuur, naar armoede, dat die middelen vandaag niet gewaarborgd worden. En u lijkt zich daar heel weinig zorgen om te maken en u haalt daarvoor een bevraging naar voren die u hebt afgedaan bij de gemeenteambtenaar rond sport, waar dat u een aantal cijfers hier naar voren schuift. En dan stel ik u de vraag van ja, ik had eigenlijk ook graag een paar cijfers gehad, maar ik weet niet of dat u dat zou kunnen natuurlijk. Hè, van diegene van de sportbeoefenaar die zijn lokaal zwembad ziet gesloten worden of niet gerenoveerd worden omdat er geen middelen meer zijn of omdat men die gaat aanwenden aan iets anders. En ik wil mij daar toch wel de vraag stellen van, hebt u dat overwogen om die bevraging te doen? Ja, meneer Puni, ik zal u ook twee vragen stellen. Ik zal eerst een opmerking maken. Ik begreep u. Ik begreep u heel goed. Ik denk dat je in een diepe zucht slaagt dat je afzijt van blozen. He? Ik denk dat dat... ja, weet u, ik ben politicus en ik mag een standpunt hebben en ik zal het ook zeggen. Blozen heeft in deze materie veel voor iedereen van ons verknoeid. En inderdaad veel te sturend en stringent opgetreden en een voorbeeld geweest tot op het laatst van een overheid zoals die niet behoort te werken. En ik wil het hardop gezegd hebben en ik betreur dat ten zeerste. En dus, things happen. En in die zin heb ik alle begrip, dat je van die betutteling af wil zijn. En nu weer serieus. Ik heb inderdaad, en het wordt ook bekrachtigd aan meneer Puni door het feit dat de Vlaamse middelen voor sport maar een fractie betekenen van de totale omzet voor sport in de lokale besturen. Dus ik zou in ieder geval waarschijnlijk nog steviger uit in de komen. Allee, het is waar hoor. Who cares? Maar ik heb een vraag die gaat over
over de sportclubs en de lokale sportverenigingen. We hebben een traditie in Vlaanderen, die je ook onderschrijft met het ISB, dat we in belangrijke mate de sportclub als basis van ons sportbeleid nemen. De sportclub als het forum waar we jonge mensen naartoe sturen, waar ook recreanten naartoe gestuurd worden, competitief, niet competitief, het brede veld. En er wordt wel eens opgemerkt dat er problemen zijn met vrijwilligers, maar dat er vooral problemen zijn met de financiering van die lokale verenigingen. De Koning Boudewijn Stichting heeft enkele maanden geleden nog een studie gepubliceerd over de steeds moeilijkere draagkracht die verenigingen hebben ter plekke, ook VZW's, zowel klein als grote. Is dat een bekommernis die met dit verhaal van die inkanteling verandert voor jullie? Ik bedoel, jullie, de middelen voor de lokale sportdiensten, ik zal positief met u mee zijn, die zullen niet dalen. Maar de kosten van verenigingen die stijgen wel. Hoe denken jullie dat dan een lokaal beleid daarmee kan omgaan? En de tweede vraag die ik heb daarbij is, in het sportbeleid is er de voorbije 10 jaar steeds meer aandacht gegaan naar de, zou ik zeggen, niet traditionele vormen van sportbeoefening. Ik denk aan buurtwerk, ik denk aan lichte vormen van buurtsport, lichte vormen van sportbeoefening, die heel vaak samenspoorden, maar wat mevrouw Linsen ook aangehaald heeft, het bereiken van kansengroepen, hè, die niet in de klassieke reguliere sportactiviteiten te vinden zijn. Bent u niet ongerust dat net die kwetsbare groepen een eerste slachtoffer gaan zijn van mogelijke besparing, de besparing al in de inkantering of later. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is mijn vraag. Meneer collega's, nee. Meneer Puny. Goed, op de eerste vraag wil ik graag antwoorden. We hebben inderdaad geen cijfers van hoe dat de sportclubs daar gaan op reageren en hoe dat de sportbeoefenaars daar gaan op reageren. Wij zijn een instelling die zich voornamelijk richt naar sportdiensten. En het enige wat wij kunnen zeggen is dat inderdaad ook de betoelagingen, een combinatie van de twee vragen, ook de betoelagingen onder druk zal komen te staan. Laten we een kat een kat noemen. Op een bepaald moment stond er in het decreet dat de betoelagingen naar de vereniging niet mocht naar beneden gaan. Ja goed, zolang dat aan het decreet stond, ook al hadden we maar 6,5% toelagen. Ja goed, deed de gemeente dat niet. Ik herinner me mijn eigen gemeente, waar de toelagen met 10% naar beneden gingen, maar voor sport en jeugd, waar de verplichting opgenomen was in het decreet, gingen die niet naar onder. Goed. Die zekerheid zijn we kwijt. Dat voordeel zijn we kwijt. Maar rechtstreeks naar de sportbeoefenaar is het alleen maar, mevrouw, denk ik, en ook Bart zijn vraag, is het alleen maar de diensten die duurder zullen worden. En daar gaan we, ongeacht de inkanteling, sowieso mee moeten omgaan. En de diensten die duurder worden, gaat inderdaad moeilijker worden voor de sportverenigingen en gaat moeilijker worden voor de individuele sportbeoefenaar. Die gaat het moeilijk krijgen. We hebben het ook aangehaald in de tabel. 30% van de leden verwacht inderdaad een vermindering van de toelagen. En dat kan het inderdaad zijn. Maar nogmaals, waarom zou een beleid, indien zij, ocharm, 6,5% minder toelage krijgt, waarom zou een beleid van vandaag op morgen helemaal anders gaan reageren? Ik verwacht dat echt niet, hoor. Tegendeel, ik verwacht dat zij gaan blijven de verenigingen ondersteunen en dat zij misschien wel op een meer efficiënte manier het beheer van de accommodaties gaan vragen, maar dat zij blijvend de verenigingen en ook de andere vormen, Bart, van sport gaan blijven ondersteunen. Want daar waar ik het juist het voorbeeld aanhaalde van de 10%, van de betoelaging van de vereniging die vastgekandeld was in het decreet, dat die mocht verminderd worden tot daartoe. Maar wat betreft de kansengroepen, garm, 10% van ons 6,5% moest naar kansengroepen gaan. Als een gemeente dat niet wou, ja, dan deden ze dat ook niet, want het waren amper centen. Dus een gemeente kost ervoor. Een gemeente kost ervoor voor iets te doen voor kansengroepen. Dus ik denk, en voornamelijk ook gesteund door het feit dat we vroeger weinig middelen hadden en veel controle, dat wij binnen de sportsector daar veel minder van nadeel gaan van ondervinden. Dank u wel. Kunnen we dit blokje afronden, collega's? Dan
wil ik graag professor De Rink vragen om naar voren te komen. Die van mij bij deze meteen het woord krijgt. Bedankt, voorzitter. Dames en heren, wat in extremis beland ik in uw midden. Het volstaat om één krantenartikel te schrijven, om uitgenodigd te worden. Zo simpel is dat hier. En ik had in het verleden eigenlijk met mezelf afgesproken dat ik hier nooit meer ging verschijnen, omdat de meeste van die hoorzittingen eigenlijk tijdverlies zijn. En zeker wanneer de beslissing al genomen is. En in die zin is een eerste punt wat ik zou willen zeggen, dat als er al bezorgdheden zijn, ook bij hart boven hart, dat het ook maar ordentelijk zou zijn om daar een behoorlijk debat over te organiseren. Ook al deel ik een aantal bezorgdheden niet, wat ik straks ga aangeven, toch vind ik dat dat minstens een ordentelijk debat waard is, terwijl nu de indruk toch sterk ontstaat dat de beslissing eigenlijk al genomen is. Twee, het valt wel op dat vanuit een oogpunt van goed bestuur de regimewissel op Vlaams niveau wel heel erg snel gaat. We hebben nog nauwelijks kunnen zien of de meerjarenplanning werkt met de Vlaamse doelstellingen. En hup, er is alweer een ander regime, een andere beslissing. Drie, ik deel de kritieken die geuit zijn over de financiële aspecten waar ik nu niet in detail op inga, ze zijn bekend. Maar ze versterken alvast de indruk en ze versterken de kritiek van diegenen die vinden dat dit eigenlijk niet veel meer is dan een besparingsoperatie. Die indruk wordt daardoor ten zeerste versterkt. En als we een genuanceerd debat zouden voeren, maar daar is nooit tijd voor, dan zouden we eigenlijk 7 debatten moeten voeren. Per decreet zou dat verschillend moeten zijn. Want je kunt volgens mij zeer moeilijk, en dat is ook al gebleken, sport, cultuur, jeugd, een andere realiteit en andere praktijken. Het is zeer moeilijk, denk ik, om dat in één en hetzelfde debat te vatten. Ik ga mij wat beperken tot jeugd, cultuur en sport, omdat natuurlijk ook wel voor de andere 4 decreten, en daar ga ik heel kort door de bocht, maar die zitten eigenlijk ook niet in de bevoegdheid van deze commissie, dat voor die andere 4 decreten, ook gezien de bedragen waar het over gaat, we op dat vlak ook al een eerder marginale discussie hebben. Maar het is natuurlijk niet alleen een interbestuurlijk debat, voor alle duidelijkheid. Het is ook een debat dat dus niet alleen tussen gemeenten en de Vlaamse overheid gaat. Het is ook een debat, en je hoort dat wel als je dubbel kunt luisteren, en iedereen van u is daar bijzonder goed in getraind. Het is een debat waarin ook de rol van koepels een belangrijke rol speelt, de professionelen een belangrijke rol spelen, middenveld een belangrijke rol. Dus het gaat over een belangen- en machtsspel, dat veel breder gaat, denk ik, dan een discussie tussen de Vlaamse en de lokale overheid. En het is niet altijd zo duidelijk wie wat eigenlijk zegt met de termen die gebruikt worden. Er is veel retoriek, er is veel verborgen belangenverdediging, er zijn veel zorgen die geuit worden, maar die niet altijd intrinsiek te maken hebben met de materie waar het over gaat. Overigens wil ik dan ook wel eens zien dat al diegenen die dan terzelfde tijd ook het woord lokale democratie in de mond nemen, wat zij daar dan eigenlijk mee bedoelen. Als ze als puntje bij paaltje komt, eigenlijk verwachten dat de Vlaamse overheid alles aanstuurt. Misschien even nog, ik ga even terug naar de eerste slide, omdat ik daar nog een belangrijke bedenking zou willen aan toevoegen. Ik moet mij toch even van het hart dat ik de indruk heb dat het debat wat verward wordt, omdat er allerlei kringen van discussie bij komen. Ik moet een beetje lachen als ik de vergelijkingen hoor met Nederland, waar het gaat over de decentralisatie in de zorg. En bij mijn weten gaat het hier niet in eerste instantie over de zorg. Er zijn een paar kleinere aspecten waar er linken zijn met de zorg, maar dat is toch niet de discussie. Dat is 10 miljard euro. 10 miljard euro naar gemeenten die gemiddeld 42.000 inwoners tellen. Een heel andere realiteit. Vanuit dat oogpunt discussiëren we hier eigenlijk over kleingeld. Maar wat ik vooral bedoel is dat de discussie over zorg een heel andere discussie meebrengt over rechten en toegankelijkheid, denk ik, dan een aantal van de materies die hier aan de orde zijn. En vergeet niet dat wij in Vlaanderen nog altijd, zelfs na deze operatie, in een super gecentraliseerde deelstaat leven,
een van de meest gecentraliseerde deelstaten in heel West-Europa. Dat is een gevolg van de staatshervorming. Dus met heel zwakke gemeenten, ook na deze operatie, gaan die gemeenten iets minder zwak zijn. Maar ze zijn in internationale vergelijkingen nog altijd bijzonder beperkt qua bevoegdheden en middelen. En het wordt een beetje verwarrend ook als ik de indruk krijg doorheen het hele debat, en dat is het voordeel van als laatste te komen, dat het hier niet gaat over de decentralisatie van de zorg. Het gaat niet over de decentralisatie van kinderrechten. Het gaat niet over de decentralisatie van het armoedebeleid. Het gaat niet over de decentralisatie van het kunstendecreet. Terwijl je toch doorheen de discussie soms de indruk krijgt dat het daar ook over gaat. En dat is volgens mij dus helemaal niet het geval. Dus dat betekent dat we uiteindelijk toch op een relatief beperkte marge discussiëren. En het is daar dat mijn verder betoog zich toe beperkt en alleen daartoe. En niet tot al die andere dingen. Een van de Achillespezen of hielen, u mag kiezen, voor heel deze operatie is zeker het probleem van bestuurskracht. Maar dat is natuurlijk geen nieuw probleem. Operatie decentralisatie, dat leren we uit het buitenland wel. Dat opent altijd de discussie over de bestuurskracht van gemeenten. En meestal in alle andere landen gaan operaties van decentralisatie, ook in Nederland rond de zorg, gaan gepaard met schaalvergroting. Enerzijds door fusie van gemeenten, anderzijds door veel meer inzet op regionale samenwerking, waar dan meestal ook stimulansen voor voorzien zijn in die decentralisatieoperaties. Dus de differentiatie tussen gemeenten die is er al, is al nu al zeer sterk en die gaat nog toenemen. Dus die druk op de gemeenten naar bestuurskracht, die zal nu sterk nog gaan toenemen. Als ik mijn standpunt verwoord, dan vertrek ik van de levenscyclus van de decreten. En ik vat hier even samen hoe je de ontwikkeling ziet. We komen in bijna al die domeinen van een zeer sterke sectorale centrale sturing met zeer weinig lokale beleidsruimte. Volgende fase was een gebundelde sectorale planning in een iets meer vergrote beleidsruimte. Dat was toen voor het jeugdwerk bijvoorbeeld 1993. We zaten nog niet in dit gebouw, maar toen waren er ook al hoorzittingen. Waar het jeugdwerk moord en brand schreeuwde over de verwoestende gevolgen dat dit decreet ging hebben op het jeugdwerk. Er is van die verwoestende gevolgen niks te merken geweest, want er is nadien nog nooit zoveel in jeugdwerk geïnvesteerd geweest. Je zou eigenlijk bijna de bandopnemer van toen bijna kunnen aflopen, laten aflopen, want je zult dezelfde soorten argumenten zien terugkomen. Dat was de tweede fase. De derde fase is dan de meerjarenplanning en de Vlaamse doelstellingen. Een gebundelde planning en Vlaamse doelen. En de fase die zich nu aankondigt is die naar beleidsvrijheid, maar, en daar kom ik straks even op terug, zeer sterk te benadrukken binnen de effecten van alle voorgaande fasen. Want in sommige discussies lijkt het wel alsof we nu met dit decreet een stap terugzetten naar de late middeleeuwen. Dat is volgens mij niet het geval. We discussiëren over veranderende lokale realiteiten. En je zou kunnen zeggen, wat we nu gaan meemaken is een fase van onzekerheid, maar ook een fase van mogelijke innovatie. Mogelijke ruimte voor beter, efficiënter, meer geïntegreerd lokaal maatwerk, waar de bibliotheek niet meer alleen staat, maar inderdaad koppelingen kan maken met andere sectoren en domeinen. En misschien komt er dan een volgende fase binnen 2-3 jaar, waarin we al dan niet gevoed door monitoring, een voeding krijgen voor weer nieuwe Vlaamse stimulans. Die hoeven misschien ook niet zo lang op zich te wachten. Ik ga daarmee straks eindigen. Ik denk dat een mankement in dit decreet is dat dit decreet zou gepaard moeten gaan met vernieuwende rollen van de Vlaamse overheid. En daar merk je eigenlijk in dit decreet heel weinig over, vind ik. Het is al gezegd dat in heel die periode, de sportsector is natuurlijk het meest frappante voorbeeld, maar de cultuursector zou dat ook kunnen onderbouwen met cijfers, dat ondertussen de investeringen van lokale besturen in die periode vele malen de Vlaamse subsidies overtreffen. Er is een sterke groei in professionelen. En daarmee bedoel ik dat de beleidsvrijheid waar men het nu over heeft, dat die eigenlijk zeer relatief is. Want het gaat over een geconsolideerde dienstverlening die naar mijn aanvoelen deel is, een ruimer deel is nu van de politieke agenda. Sport, jeugd, cultuur. Het wordt bovendien ondersteund door een veel sterkere professionele laag, want dat is ook iets wat in het debat heel vaak vergeten wordt. En tot verrassing van velen blijkt uit analyse dat de forse stijging van het personeel op lokaal niveau zich in hoofdzaak in deze sectoren situeert. In de zorg ook, zeker,
jeugd, cultuur, recreatie in de brede betekenis, sport. Hè. Het is ontzettend toch belangrijk om dat mee te geven en dat relativeert toch ook een beetje de doembeelden die sommigen graag over dit soort operaties ophangen. Hè. Bovendien, en dat is een belangrijk element, denk ik, wordt dat ook onderbouwd door een sterkere maatschappelijke laag, het middenveld op lokaal niveau. En in die zin is het soms een beetje verrassend te zien dat het middenveld zichzelf wantrouwt. Het middenveld stelt soms blijkbaar weinig vertrouwen in de kracht van het lokale middenveld, dat nauw verweven is bovendien met de politiek, met de lokale politiek, waar veel politici trouwens ook uit dat middenveld komen, net zoals ambtenaren. Men onderschat, denk ik, zeer sterk de kracht en de druk die van dat verzamelde lokale middenveld kan uitgaan en zal uitgaan op heel dit debat. Dus dat betekent dat in mijn analyse, en ik volg het nu toch al vele jaren in elk van die fasen met heel veel discussies en onderzoek, dat de meerwaarde van die centrale regelgeving in de loop van al die jaren steeds beperkter is geworden. De meerwaarde daarvan is afgenomen. Dus die levenscyclus die heeft zijn beste tijd gehad en we zitten in een dalende lijn. En dan is decentralisatie, denk ik, naar mijn persoonlijk standpunt, een logische evolutie. Ik voeg er trouwens even aan toe dat in de decentralisatiediscussie dan ook altijd opvalt hoe positief mensen dan plots worden over wat er over deze fase waarin we ons nu bevinden. Dat valt dan heel erg op. Plots wordt dat jeugdwerkbeleidsplan opgehemeld als het instrument bij uitstek dat zorgde voor een progressief jeugdbeleid. Terwijl uit onze analyses en uit onderzoek bleek dat in heel veel gemeenten dat jeugdwerkbeleidsplan gewoon een routine geworden was, met zeer weinig betrokkenheid en eigenlijk ook heel weinig impact op de reële keuzes die in het jeugdbeleid werden gemaakt. Dus altijd een beetje opletten, denk ik, met al te positief te kijken naar de huidige praktijk, die dan uitvergroot wordt om het drama meer in de verf te zetten van wat men vreest in de volgende fase. En ik denk, in een positieve lezing, dat deze de operatie ook versterkend kan zijn, zeer versterkend kan zijn voor wat ondertussen, denk ik, de kern is van een sterk lokaal beleid, namelijk dat geïntegreerde, waarbij de schotten tussen al die sectoren worden overstegen. En ook daar, denk ik, moeten we een correcte analyse maken. De Vlaamse subsidiëring heeft heel vaak gezorgd voor schotten tussen al deze domeinen. En dat is, denk ik, een nefaste ontwikkeling geweest. En nu voelen we de druk om die schotten op te heffen. Daar zit ontzettend veel interessante, innovatieve patronen die zich in de meest interessante gemeenten ook al volop aan het ontwikkelen zijn. Die moeten nu volop kansen hebben. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, in tegenstelling tot wat sommigen doen, dat indien dit doorgaat, dat ook een keuze is van Vlaanderen met een belangrijk potentieel effect op het lokale niveau. Bovendien zou ik even willen zeggen dat volgens mij de stap tussen het huidige systeem, maar dat zichzelf nog nauwelijks heeft kunnen bewijzen, en wat nu voorligt, uiterst klein is. Dus in die zin hadden we dit debat al misschien veel vroeger moeten voeren. Want ik ben er rotsvast van overtuigd dat uit de praktijk zou blijken dat heel veel gemeenten permanent voldoen aan de Vlaamse doelstellingen die nu worden opgelegd. Dat spel en dat beheersen van de dossiers, dat zit ondertussen in de genen van wie op lokaal niveau actief is. Dat zou dus de Vlaamse overheid heel weinig zicht gegeven hebben op wat er werkelijk gebeurt. Denkt u nu werkelijk dat gemeenten die niet willen werken met kansarme kinderen, dat die dat wel gaan doen terwille van die Vlaamse subsidies? Bent u zo naïef? Nee, natuurlijk, om dat te geloven. Ze zullen wel doen alsof ze dat doen. En de Vlaamse overheid zal dat geloven. En zal gevoed worden met indicatoren, zoveel als ze willen. Dus mijn punt is dat de praktijk van wat nu voorligt en het voorstel dat nu voorligt, dat het verschil daartussen volgens mij uiterst klein is. Voor veel Vlaamse doelstellingen zou ook in het huidige model meerjarenplanning Vlaamse doelstellingen zou de lokale beleidsvrijheid al veel hoger zijn geweest. Dus ik heb al gewezen op de noodzaak om de discussie wat te versmallen tot dit domein en niet het hele decentralisatiedebat hier op te gaan enten, dat is denk ik een vals debat. Het gaat maar over een beperkte soort materies met een beperkt soort dienstverlening en het raakt heel veel aspecten van de decentralisatiediscussie niet. De illusie dat, enfin, laat ik het anders formuleren. In de reactie op mijn artikel in de Standaard, u hebt het misschien gezien, heeft Luc Huizen gezegd, ja, de rink dwaalt, want in mijn eigen gemeente wordt de uitleenpost van de bibliotheek gesloten.
Ik heb al Luc gezegd, excuseer, maar dit heeft niks te maken met deze operatie. Want gemeenten zijn al van 78 vrij om uitleenposten op te richten of te sluiten als ze dat willen. Maar dat er een groot probleem zit in de besparingen die op de gemeenten afkomen en waar ze nu mee bezig zijn, uiteraard is dat zo. En ik verwacht dat er zware ongelukken zullen gebeuren, zeer zeker. En dat de dienstverlening her en daar fors zal stijgen en dat dat sociale gevolgen zal hebben, zeer zeker. Maar de illusie te denken dat Vlaamse regelgeving, welke dan ook, dat kan tegenhouden, wel, dat noem ik een echte illusie. Dus in die zin is ook dat, denk ik, ten dele een vals debat. Bovendien, en daar maak ik mij niet populair mee, zou je ook de stelling kunnen verdedigen dat sommige besparingen misschien ook verantwoord zijn. Ik heb van meet af aan, al van in de jaren 70, 78, hebben we toen al met een aantal mensen gezegd, de keuze om elke gemeente te dwingen om een bibliotheek op te richten is een foute keuze. Dat moet je vanuit een regionale spreiding gaan doen. Niet dat er niet in elke gemeente bibliotheekvoorzieningen mogen zijn, uiteraard wel. Maar dat is iets anders dan in elke gemeente een volledig autonome bibliotheek oprichten en verplichten. Dus dat er op dat vlak dingen zullen gebeuren die u wellicht zult betreuren, zeer zeker. Maar soms zijn die beslissingen misschien verantwoord. En soms is het sluiten van een uitleenpost misschien een goede beslissing. In andere gevallen is het misschien beter om zo'n uitleenpost te gaan beheren samen met andere gemeenten. En die keuzes kunnen nu, denk ik, volop gemaakt worden. Ik eindig, voorzitter, met een viertal bedenkingen om het debat wat af te sluiten. En misschien ook wat doorsteek te maken naar mogelijk ook innovatieve rollen van de Vlaamse overheid. Wat, zoals gezegd, een stuk ontbreekt in dit decreet. De regionale patronen voor inplanting en voorzieningen en meer samenwerking. Ik denk dat de Vlaamse overheid daar absoluut een heel belangrijke taak heeft. En dat regionale debat endt zich niet alleen op vlak van cultuur, sport en jeugd. Het situeert zich ook op andere vlakken. Maar dat er in een stadsregionale context, groot en kleinstedelijk, dat er daar meer moet nagedacht worden over efficiënte spreiding van voorzieningen, dat is voor mij zo duidelijk als iets. En daar heeft de Vlaamse overheid een hele belangrijke kaderstellende en stimulerende rol. Want alleen geraken de gemeenten daar, denk ik, ook niet altijd uit. Dat er samenwerking kan gestimuleerd worden, zeer zeker. Zoals dat trouwens ook al op een aantal vlakken in een positieve zin is gebeurd. Denk aan erfgoed, denk aan sport, denk aan wonen. De voorzieningen van straks zijn natuurlijk ook niet meer die van toen. En dat is natuurlijk ook een belangrijk debat. Met name bijvoorbeeld bij de bibliotheken zien we toch ook dat ook in de sector zelf en over de sector zelf gaat het toch ook over nieuwsoortige vormen van bibliotheken. Waar het woord bibliotheek misschien niet altijd meer de juiste term voor is. Ik bedoel maar, discussiëren met de blik achteruit is een beetje moeilijk. Als je ondertussen ziet dat in die sectoren zelf en ten aanzien van die sectoren er allerlei vragen zijn naar nieuwe vormen van diensten, nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe vormen van verbanden met andere diensten. Dus in die zin is het misschien ook goed dat net nu dat debat op een vrijere manier en die praktijken op een vrijere manier zich op lokaal niveau kunnen ontwikkelen. En ik eindig met een discussie over de inspraakvormen. En op dit moment, het is mij niet altijd helemaal duidelijk moet ik zeggen, maar lijkt het zo te zijn dat de verplichting behouden wordt om jeugdraad en sportraad op te richten. Dat vind ik bijzonder vreemd. Ik vind het in de logica zelf van de decentralisatie dat ook dat volledig aan de keuze van de lokale besturen wordt overgelaten. Ik wil er overigens op wijzen dat dat een serieus probleem is, omdat de meeste van die cultuurraden en sportraden, die functioneren ook niet goed. Die functioneren gesloten. Die functioneren eigenlijk als verdediger ook van gevestigde belangen. Probeer maar eens vanuit de lichte sportgemeenschappen in een sportraad binnen te geraken. Dat zal zeer moeilijk zijn. Dus mijn voorstel is dus, als we dan toch deze operatie doen en er ook van uitgaan dat het woord participatie niet meer samenvalt met die klassieke participatiemodellen uit de jaren 70, waar die adviesraden op gebaseerd zijn, verenigingen die vertegenwoordigd worden door dan mensen die vervolgens iets doen of niets doen, dat model van participatie wordt ondertussen doorkruist door allerlei andere vormen van betrokkenheid en participatie in onze gemeenten. En daar is het lokale niveau bij uitstek innovatief voor. Dus mijn voorstel is, als we dan toch deze operatie doen, laten we ze dan consequent doen en laten de gemeenten dus ook vrij kiezen op welke manier ze in relatie met dat middenveld
de vormen van betrokkenheid en een ruimere visie van participatie, hoe ze dat vorm willen geven. Dank u wel. Collega's, even puur ter informatie, maar ik kreeg verschillende berichten dat de video-streaming defect is, dus bij deze. Ik deel het u maar mee dat het zo is. Zijn er, ik had nu net gehoopt dat dit mijn moment collega, of fame ging zijn, gaat dat natuurlijk de mist in. 10 minutes of... Wil of, ik nog eens herhalen? Wacht, volgende week... Misschien is die hersteld, dan ga ik het opzoeken. Zijn er collega's die vragen hebben? Collega Idrissi, echt vragen naar collega's, want weet u, ik ben ook heel erg geneigd om die discussie aan te gaan. En professor De Rink heeft echt een stijl die geen discussie uitlokt, niet waar. Met zo'n die lichte provocatie, maar misschien toch even beperken. Even beperken tot de vragen. We kunnen dan een discussie voluit voeren in zijn afwezigheid volgende week. En een verhaal er zelf waar misschien geen streaming gebeurt. Al ga ik het op een stok. Nee, serieus. Mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel ook, professor De Rink, voor uw uiteenzetting. Want ze was heel helder en heel duidelijk. Toch heb ik het aanvoelen dat ik precies een andere namiddag heb doorgebracht hier in de commissie dan u. Hè. Ik ben begonnen met het debat en ik ga ervan uit, of ik mag hopen dat u dat debat... De aantal kanttekeningen die soms ook terecht zijn, hebt gemaakt dat dat niet alleen was over de discussie hier vandaag, maar dat het gaat over het ruimere debat, mag ik hopen. Want hier vandaag in de commissie heb ik eigenlijk wel een aantal zeer to the point voorstellingen gehoord en bekommernissen gehoord. Anders moet ik eerlijk toegeven, dan heb ik precies echt wel het debat gemist. U doet een uiteenzetting over de levenscyclus van hoe een decreet vorm krijgt en hoe dat een eigen leven gaat krijgen. U zegt ja, het middenveld is eigenlijk zeer zelfbehoudend. Dat is... Maar bedoelt u dan dat eigenlijk de bekommernissen die vandaag geuit zijn door de verschillende actoren die heel wat voeling hebben, juist met dat middenveld, doet u die dan af als onterechte bekommernissen? Of zegt u van nee, alleen overdrijven ze? Ik denk dat u het woord hebt gebruikt, strategisch gedramatiseren. Is dat wat we dan deze namiddag gehoord hebben? Ik zou graag daar verheldering in krijgen. Een andere vraag die ik heb. U zegt van ja, kijk, er zullen zware ongelukken gebeuren met of zonder dit decreet. We steven op een aantal serieuze ongelukken. En het is een illusie om te denken dat dat niet zal gebeuren. Als er vandaag een aantal bekommernissen geuit worden, dan is dat juist ook om die randvoorwaarden duidelijk te stellen. Om ervoor te zorgen dat die ongelukken zo weinig mogelijk kunnen zich voordoen. En u haalt daar het voorbeeld aan van uw collega Luc Huijsen. En u zegt, ja kijk, eigenlijk is dat een verkeerd voorbeeld, hè, want u zegt van kijk, er is nooit een verplichting geweest om die uitleenpunt, hè, dat is eigenlijk geen verplichting, dus de gemeente kon dat daarvoor ook al doen. Het is dus eigenlijk een foute keuze om in elke gemeente een BIP, hè, daar refereert u naar de verplichting, maar het voorbeeld van professor Huijsen toont heel erg goed aan hoe dat dagelijks invloed heeft op de mensen. Zo'n BIP-punt wegnemen. En de bekommernis die daar straks ook uit is rond toegang tot cultuur, hoe dat een impact heeft. Hè. Het wordt afgeschaft. Dat betekent, en ik rond daarmee af, meneer de voorzitter, het wordt afgeschaft. Dat betekent dat je etterlijke kilometers moet gaan afleggen om een boek te kunnen uitlenen, waar dat eigenlijk, en dan hebben we het over, het is een ander debat, ik weet het, hè, waar dat je niet meer kan rekenen op de lijn. Dus dat brengt dat heeft een hele impact op de gewone bibliotheekganger. En ik denk dat we dat toch heel, heel, heel erg bewust van moeten zijn, wat dat daar de consequenties van kunnen zijn. Ik dank u.
mevrouw Segers. Ik ga van links naar rechts. Allee, ik bedoel. Dank u wel, meneer voorzitter. Dank u wel ook aan, professor De Rink. Ja, ik deel een beetje de opmerking van mijn collega uiteraard. Hè, dat wat u hier op het einde van de dag vertelt en toch wel een ander licht werpt op de zaak in tegenspraak tot de verhalen die we gehoord hebben. Het voorbeeld van de uitleenposten is volgens mij ook denk ik net het goede dat aantoont dat wanneer gemeenten niet verplicht zijn om een bepaalde investering te doen in onze domeinen die ons aanbelangen, dat dat ook de eerste zullen zijn die sneuvelen. Hè. Want waarom zouden de gemeenten eigenlijk beter doen dan Vlaanderen? U verwees naar het jeugdbeleidsplan en de jeugdraden. We hebben nu net in het verhaal van de mensen van de Vlaamse Jeugdraad net gehoord dat Carrure bijvoorbeeld, net een instrument dat bedoeld is om net die ondersteuning te doen, dat daar wordt op bespaard. Vlaanderen doet het, waarom zouden de gemeenten het dan ook niet doen? Maar mijn heel concrete vraag aan u is, kan u mij precies toelichten op welke manier u een oorzakelijk verband ziet tussen het oormerken van de middelen in de verschillende beleidsdomeinen? U zegt, het oormerken daarvan heeft eigenlijk geleid tot het installeren van schotten. Maar u zei daarna van ja, maar ik zie eigenlijk op het terrein binnen heel veel gemeenten heel innovatieve manieren om jeugd en cultuur en sport en zo te integreren. Dat is natuurlijk op het moment dat vandaag nog die schotten wel bestaan. Dus zelf lokaal actief schepen van cultuur geweest, weet je dat je gewoon heel creatief kan ook omgaan met de BBC, ook al is het een gedrocht, je kan heel creatief omgaan met die BBC om precies die fusies en die innovatieve manieren te verzekeren. Dus daar onderschat u misschien dan weer de gemeente. Dus ik kan u maar zeggen, gegeven het feit dat vandaag die innovatieve manieren al bestaan binnen de contouren zoals ze vandaag zijn, dat u toch meent dat, dat die innovatieve manieren belemmeren? Nee, ik zal... Ja, meneer De Rink, ik heb vier vraagjes voor u. Ik zal proberen mijn inleiding erbij te beperken. Ik heb zelf ook ik zit hier eigenlijk ook al 20 jaar met dat soort verhalen bezig. Ja. En ook in verschillende rollen, volgens sommigen in de zaal weten. Maar u doet wat lacherig over bepaalde effecten rond kansarmoede. Maar ik durf wel zeggen dat het de effecten van een doorgezet lokaal cultuur- en jeugdbeleid op een aantal terreinen toch een ongelooflijk groei van dynamieken gerealiseerd heeft lokaal. Ik bedoel daarmee dat het was altijd een verhaal van 1 of 4 of 1 of 5, weet u wel. Een soort van stimulerend beleid, waarbij met een beperkt budget gemeenten gestimuleerd werden om dingen te doen. Wel, ik denk dat er heel veel culturele infrastructuur gebouwd is in Vlaanderen, ook lokaal, ten behoeve van het lokale verenigingsleven, en dat dat wel degelijk het effect, dat het gevolg is van dit soort regelgevingen. En ik ben het eens met u, zeker intellectueel, politiek is nog een discussie soms anders, hè, dat we van een zeer centrale sturing zijn gegaan naar het loslaten van, en ik denk dat het bibliotheekdecreet zaliger, gelukkig maar, zaliger, de mooiste illustratie is van die centrale sturing, misschien nog het lokaal sportbeleid eerste versie, meneer Puny, weet je nog wel, met die coëfficiënten en zo, dat was pas in orde, zeg. Maar ook dat geheel terzijde, wat ik wil zeggen, ik denk dat er toch ook een belangrijk effect is bereikt. Ik herken wel dat het effect ook uitwerkt en uitgewerkt raakt. Hè? En dat komt dan stuurt op. Maar ik wil gewoon van u weten, herkent u dat er toch ook effecten kunnen zijn van een doorgewerkt beleid op lange termijn? Hetzelfde geldt denk ik voor lokaal jeugdwerk. Hè. Als ik zie de toename aan jeugdinfrastructuur en aan jeugdconsulenten, de heropbloei van het jeugdwerk in Vlaanderen de laatste 25 jaar, waarbij alle doemdenkers in het begin van de ontzuilingstijd dachten dat alle lokale jeugdwerk ging doodgaan, hè. Dat dat een verouderd werkmodel was, het is bloeit meer dan ooit tevoren. Dus dat is een vraag naar, is er effect of niet? Twee, waarom wordt er zo beperkt gedecentraliseerd? Want we hebben het nu over 7, eigenlijk over 3 in deze commissie, over 3 sectoren, die op voor mij onverklaarbare manier gedecentraliseerd... waarom die gekozen worden, is mij niet duidelijk. Want ik zou het evengoed kunnen hebben over de kinderopvang, over lokaal en lager onderwijs,
over het hele welzijnsbeleid en zelfs over het openbaar vervoer dat we beter regionaal en streekgewijs zouden organiseren dan op Vlaams niveau. Is er een verklaring, volgens u, waarom dat precies die 7 en in deze casus, want die 3 hier vertegenwoordigen 90% van de totale pot die overgedragen, waarom precies die? Het kan toch niet alleen de schuld van Blozo zijn? Dan mijn derde vraag gaat over, is het nog gepermitteerd dat Vlaanderen op een aantal vlakken een impulsbeleid voert? En ik denk dat ik het antwoord min of meer ken, maar ik wil het u toch vragen. Ik zou graag hebben dat we inderdaad stoppen met geld te geven, bij wijze van spreken, daar dikke controles op te doen, zonder dat we doelstellingen hebben. En ik zal het cru zijn, we hebben het ook mee goedgekeurd, maar het verhaal met de BBC is een voorbeeld van non-beleid. Hè? Dat is geen beleid. Hè? Want dat is pas gewoon een schijn. Voldoen aan die Vlaamse beleidsdoelstellingen. Iedereen kan daaraan voldoen en daar verkopen we niks mee. Zouden we dan inderdaad niet veel beter 90% van het budget gewoon in het gemeentefonds steken? Weliswaar zonder korting en zonder desindexering, uiteraard. Dat is maar een fair deal. Maar een stukje overhouden of nieuwe middelen zoeken, zoals u wil. Maar is het nog interessant om innovatief na te denken? En ik heb het voorbeeld van de New Deal, vind ik, van het FOV, waar we voor de verkiezingen en tijdens de debatten op de verkiezingen met veel collega's hier trouwens over gehad hebben. Hoe zoeken die nieuwe verbindingen tussen een lokaal bestuur en een lokaal middenveld? Hoe kun je daar innovatief zijn? Wel, kan dat dan geen kind? Dus ik bedoel, is het legitiem? Al is het met veel minder middelen, maar wel te zoeken naar modellen die vernieuwend zijn. En ik vind dat de lokale buurtsport overigens, als er één verdienst is, die andere lichte sportvormen onder de aandacht brengen, een verdienst is van dat vorige decreet, het had ook misschien gekund alleen via het ISB. Zo. Dus ik zal het niet ontkennen. Maar dus, is dat realistisch? Is dat zinvol? Ik hoop dat we kunnen nadenken over die vormen van impulsen die we geven. Overigens, het integratiebeleid dat nu ook in een andere commissie onder vuur ligt, is ook een langzaam proces geweest van groei naar. En tenslotte, de laatste vraag. Misschien wordt die opgelost door wat collega Meermans, u zelf en ik zelf al in het verleden aan pleidooien en ook WWC rond bovenlokale samenwerking hebben gehouden. Maar heeft elke gemeente vandaag de capaciteit? Ik zou het ook aan de mensen van de VVSG kunnen vragen, maar u zit nu vooraan. Hebben alle gemeenten de capaciteit, de bestuurskracht, om die terreinen beleidsmatig in te vallen? Politiek, zoals ze willen uiteraard, hè? Maar kunnen ze dan die politieke keuze ook verwerkelijken in een reëel beleid? Ja, heel veel vragen. Ik zou even willen beginnen. Ik gebruik hier bewust het woord levenscyclus, om erop te wijzen dat het dus absoluut juist is en ook door onderzoek bewezen dat die decreten in het verleden inderdaad een absoluut heel belangrijke, stimulerende, innoverende effecten hebben gehad op het lokale niveau. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Dus het sportbeleid, cultuurbeleid, jeugdbeleid zou zo ver niet staan als er inderdaad die hele cyclus niet was geweest. De enige vraag is, wat is nu nog de doorwerking en de meerwaarde van dat bestaande kader. En dat noem ik de levenscyclus. Wel, en dat is in decentralisatie een zeer bekend gegeven, dat op een bepaald moment is dat uitgewerkt, en wordt dat vooral nog een administratief gedoe. En dan moet je inderdaad op een bepaald moment kunnen zeggen, oké, nu is decentralisatie de beste keuze. Maar dus laat daar geen misverstand over bestaan. Hè. Dus het effect, want hier wordt de levenscyclus van 20, 30 jaar samengevat. Uiteraard is dat ontzettend belangrijk geweest. En er zouden niet zoveel bibliotheken zijn geweest als de verplichting er niet was geweest. En er zouden niet zoveel cultuurcentra zijn geweest, absoluut. Maar nu zijn we wel al een eindje verder natuurlijk in heel die ontwikkeling. En dat is, dat noem ik dat hele begrip van die levenscyclus. Ik vind dat zelf ook niet uit hoor. Dat is iets, een model dat we in de wetenschappelijke literatuur heel vaak gebruiken. Dus daar mag geen discussie over zijn. Twee. De vraag van de besparingen uiteindelijk, hè, daar gaat het over. We zitten inderdaad in dezelfde hoorzitting, denk ik. Maar kijk eens, stel nu even voor hè, dat de verplichting tot een bibliotheek behouden blijft. We veranderen dat niet. Ja? En dan krijgen we, laat ons hopen van niet, hè, op lokaal niveau Griekse, Portugese en Spaanse toestanden. En soms zijn we daar minder ver van vandaan dan we denken. Hè? Wat zou er dan gebeuren? In Griekenland worden bibliotheken gesloten, worden overgenomen door burgers trouwens. Hm?
net zoals vele andere voorzieningen. Uiteraard willen we dat niet. Maar denkt u nu echt dat als het ooit zover zou komen, hè, Horesco-referent, laat ons hopen van niet, wat gaat de Vlaamse overheid dan doen? Stel dat er 100 bibliotheken gesloten worden, hè, en de decretale verplichting blijft, wat gaat de Vlaamse overheid doen? Niets. Waarmee ik uiteraard niet pleit voor het sluiten van bibliotheken, hè, begrijp mij zeer goed, maar dat is het niveau van, hè, dat is een parallele discussie die doorheen deze discussie loopt. Hè. En in die zin, hè, is het sluiten of niet sluiten of oprichten van uitleenposten, hè, is ook al een heel lange discussie. Hè. Net zoals het sluiten van deelgemeentehuizen, hè, waar onvoldoende volk naartoe komt. Ik bedoel, dat is al lang een autonome beslissing van gemeenten. Hè. Dus vrees ik de besparingen? Absoluut. Hè. Absoluut. Hè. Absoluut. Maar hoop ik dat er Vlaamse regelgeving die besparingen kan tegenhouden? Nee. Ja, dat is eigenlijk mijn punt. Ik hoop dat voldoende duidelijk is. Dus ik ben er ook van overtuigd. Hè. Ik ben er ook van overtuigd dat... Laat ik het even zo formuleren. Dat gevolgen zal hebben, is duidelijk. Hè? Maar als gemeenten effectief voor bepaalde doelgroepen niet willen werken, hè, dat bewust niet willen doen, wel, dan gaat geen enkele Vlaamse regelgeving hen dat verhinderen. Ja? Dat is gewoon de politieke realiteit. Dat moeten we toch ook durven onder ogen zien. De Vlaamse overheid kan stimulansen geven en ik ben er absoluut van overtuigd dat ze dat kan doen. Ik heb zelf een paar voorbeelden gegeven rond nieuwe vormen van participatie, rond regionale samenwerking, rond intergemeentelijke samenwerking. Daar is ontzettend veel te doen. Monitoring, noem maar op. We doen hele werkterreinen liggen daar open. Hè? Dus absoluut. Maar we kunnen niet om de discussie heen, denk ik, dat er in dit debat ook altijd een beetje belangenverdediging zit van koepels of van raden. Hè? Dat speelt toch ook mee. U kent de politieke realiteit toch ook. Hè? Ja? Dus daar moeten we ook een beetje overheen durven kijken. Hè? En sommige van die koepels hebben belang bij het dramatiseren van de effecten van deze operaties. Hè? U verwijst dan bijvoorbeeld naar het opheffen van Carrure. Met alle respect, maar dat overtuigt mij dus helemaal niet. Hè. Misschien was dat wel een goede beslissing. Weet ik veel, ik ken het dossier niet genoeg. Hè. Dus soms mag een overheid ook wel eens zeggen... Hè, ja, maar goed, soms mag een overheid ook wel eens zeggen... Excuseer ons. Ik zeg nu niet dat het voor dit dossier is, want ik ken het niet. Hè. Niet genoeg. Hè. Maar soms mag een overheid ook zeggen... Excuus, maar hier krijgen we te weinig waar voor ons geld. Hè. Wat? Dus dat mag toch ook gebeuren, hoop ik. Dus niet elke besparing is daarom per definitie slecht. Het zou dus perfect kunnen zijn dat de gemeente volkomen legitiem zegt, we gaan inderdaad twee uitleenposten sluiten. En dat is trouwens heel opvallend. Met dit debat kregen we meteen telefoons van verontruste bibliothecarissen. Die hadden opgevangen dat hun gemeentebestuurde bibliotheek ging sluiten. Wel, ik heb in minstens 3 gevallen zelf contact opgenomen met de gemeente. Die 3 gevallen bleken in geen enkele keer te kloppen. Waar ging het over? De gemeente was inderdaad van plan om een uitleenpost te sluiten, maar om terzelfde tijd in de hoofdgemeente een nieuwe bibliotheek te maken. Dus het begrip sluiting werd hier dubbelzinnig gebruikt door de betrokken professionelen. Bewust om het dossier wat extra drama bij te zetten. Dus in geen enkele van de gevallen klopte de informatie die de wereld werd ingestuurd. Dus daarom zeg ik dan, laat ons even voorzichtig zijn om al te zeer in de mening van die professionelen mee te gaan. En wat ik bedoel, mevrouw, met de verkokering, is effectief, en iedereen die actief is op het lokale niveau, die weet dat, een gevolg van deze levenscyclus was dat de bibliotheek inderdaad in een soort splendid isolation kon leven. Ja, dat was de realiteit. Zich nauwelijks iets hoefde aan te trekken van wat het cultuurcentrum deed en omgekeerd. Er zijn altijd lovenswaardige uitzonderingen, maar dat was de dominante patroon in zeer veel gemeenten. Die voorzieningen werkten naast elkaar. De professionelen werkten voor een groot deel naast elkaar en keken meer naar Brussel dan naar hun lokale realiteit. Ik overdrijf een beetje, ik weet het, zwart-wit. Maar toch is dat een model dat we in heel veel onderzoek hebben teruggevonden. Maar als de gemeenten nu zeggen, we gaan werken aan vrije tijdsbeleid, dan worden de schotten tussen jeugd, sport en cultuur opgegeven. Ik denk dat dat een heel goede zaak is. En dit draagt daartoe bij. En het is ook daarom dat ik zeg,
dat de schotten tussen sportraad, cultuurraad en jeugdraad, dat die moeten worden opgeheven. Niet dat de participatie moet worden opgedoekt, maar dat er ruimte komt voor nieuwe vormen van participatie, die ondertussen volop in ontwikkeling zijn op het lokale niveau. En waar eigenlijk die verouderde vormen van adviesraden, model van de jaren 70, zijn beste tijd ruim gehad heeft. Laatste vraag, de capaciteit. Nee, daar hebben we een groot probleem. Maar dat probleem is niet nieuw. Dat probleem is niet nieuw door dit decreet. Dat probleem is fundamenteel. Het probleem van bestuurskracht van gemeenten is fundamenteel. Maar het uitzicht al rond de BBC. Het uitzicht al rond de manier waarop de meerjarenplanning is gemaakt. En decentralisatie, welke ook, versterkt altijd deze problematiek. En daarom ben ik begonnen met te zeggen dat in al de landen waar decentralisatie iets betekent en over meer gaat dan dit kleingeld, waar het iets betekent, wordt er ook meteen iets gedaan aan ofwel de schaal van de gemeenten, de samenwerking tussen de gemeenten of de regionale structuren voor inplanting en beheer van voorzieningen. Dat is de realiteit. Kijk naar Denemarken, kijk naar Nederland, dat gaat daar altijd mee gepaard. Dus er is effectief een serieus probleem van bestuurskracht in veel van onze gemeenten, maar dat geldt ook voor een performant ruimtelijk ordeningsbeleid, een performant kinderopvangbeleid, enzovoort, enzovoort. En daar is het probleem vaak gebonden, denk ik, dat in die gemeenten bij uitstek er een probleem van exclusie en uitsluiting kan ontstaan, niet uit politieke onwil, maar omdat veel van die gemeenten gewoon niet de capaciteit hebben om daar op een behoorlijke manier iets aan te doen. Dat is, denk ik, voorzitter, misschien niet volledig, maar... Maar ik had ook nog een vraag waar u misschien kan op antwoorden. Waarom deze zeven sectoren en niet het principe van de decentralisatie en van lokale verantwoordelijkheid? Want zoals u ook zegt, als u vergelijkt met noordelijke landen, zijn onze gemeenten superzwak in financiële middelen en in bevoegdheidsterreinen. Maar waarom wordt die kanteling dan ook niet doorgezet? Nou, als u mij nu nog een paar uur heeft, dan gaan we daar een uitvoerig antwoord op geven. Nee, maar waarom niet, ja? Waarom wordt openbaar vervoer bij ons niet gedecentraliseerd? Het was trouwens gedecentraliseerd vroeger, mag ik er even op wijzen, dat in de jaren 60 het openbaar vervoer door de gemeenten beheerd werd, hè, zij het in intergemeentelijke verbanden. De Vlaamse overheid is er gekomen, dacht dat ze het beter kon, heeft de lijn opgericht, vond dat dat veel efficiënter was, en nu vindt ze dat blijkbaar niet meer. En nu is het terug discussie over decentralisatie. Als men openbaar vervoer decentraliseert in het buitenland, wat overal gebeurt voor bus- en tramvervoer, dan gaat dat naar de gemeenten, maar dan wel in regionale samenwerkingsvormen. Dus het stadsgewest Antwerpen zou perfect het regionaal vervoer kunnen beheren, maar dan moeten we daar ook wel iets doen aan die structuren. Dus dat heeft dus ook met schaal te maken, voor alle duidelijkheid, hè. We discussiëren in Nederland over 42.000 gemiddeld, bij ons 18.000 gemiddeld inwonersaantal, in Denemarken 52.000 gemiddeld. U gaat me niet wijsmaken dat de Denen dommer zijn dan wij, hè, voor hetzelfde aantal inwoners ongeveer, hè, 6 miljoen. Hè. We kijken trouwens naar Denemarken als het Walhalla van de lokale besturen, hè. Wel, daar kun je dan zien, hè, dat die autonomie, hè, dat die ontzettend veel innovatie teweeg brengt en een ontzettend krachtig bestuur kan realiseren. Op vlak van duurzaamheid bijvoorbeeld. Kopenhagen zou Kopenhagen niet zijn als ze niet zwaar gedecentraliseerd zou geweest zijn. Maar goed, waarom ook niet in de zorg, voorzitter? Wel, u weet het beter dan ik. Omdat de zorg niet een exclusief publieke bevoegdheid is. En omdat de private sector zich verzet tegen decentralisatie, omdat de greep van de gemeenten niet te groot mag worden op wat verzuilde organisaties zijn. En waarom dan bij uitstek in deze sectoren, als het al niet om een vorm van besparing gaat, dan heeft het ook voor een deel te maken natuurlijk dat dit subsidies zijn die rechtstreeks naar gemeenten gaan. En dat maakt de decentralisatiediscussie natuurlijk iets makkelijker dan wanneer er complexere beleidspatronen rondzitten of andere partners bij betrokken zijn. Dus een heel kort antwoord. We zouden daar langer kunnen op ingaan, maar dat is het ongeveer. Mevrouw Idrissi nog? Dankjewel, meneer de voorzitter. Dankjewel, meneer de professor, voor uw zeer uitgebreid antwoord. Ik hoor in heel deze namiddag en zelfs elders, is de discussie zelfs niet al dan niet decentraliseren. De discussie is welke vorm van decentralisering en zullen die middelen die met die inkanteling meekomen, zullen die gebruikt worden voor die bevoegdheden die, waar dat ze op een hoger niveau ook voor werden gebruikt. Hè? En wat zijn daar dan de voorwaarden voor? Hè? Dus het is niet de discussie centralisering of niet, maar het gaat heel specifiek rond die
middelen. En dan, als u zegt van ja, we zullen naar een vorm moeten gaan van samenwerking, hè, die schotten moeten weg, jeugd, sport en cultuur, hè, je gaat daar naar een geïntegreerd beleid voor moeten gaan, dan is mijn volgende vraag, ja, welke visieontwikkeling is daar rond? En wat staat daar dan in het decreet over? Hè? Van welke visie wil men? En dan zeg ik, en dan een volgende punt, u zegt het zelf. Hè, in andere landen is decentralisatie altijd gepaard gegaan met, hè, en dat is de zwakte van de bestuurskracht van gemeenten. Men is altijd, dat is altijd gepaard gegaan met een parallele oefening rond schaal. Vergroting van de gemeente, rond de regionale structuren. Nu, daar vind ik ook heel weinig van terug in dat decreet. En dan denk ik van, zijn we dan niet te vroeg met die... Of niet te vroeg, maar ontbreken er dan niet een aantal elementen om die decentralisatie zo effectief mogelijk te maken? Ik heb zelf gezegd dat een aantal elementen inderdaad ontbreken. Hè, en dat er onvoldoende aandacht is voor de rol die de Vlaamse overheid alsnog en ook innovatief zou kunnen spelen. En ik denk dat dat debat inderdaad nog kan gevoerd worden. Hè, want, maar in het decreet inderdaad, ik vind het een heel schraal decreet trouwens. Hè, ook de motivering van dat decreet is bijzonder schraal. Er zit heel weinig, er straalt heel weinig motivatie en inhoudelijke ambitie van uit. En daardoor doet het inderdaad lijken alsof het een eenvoudige operatie besparingen is, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ik ben geen onverkorte verdediger van het decreet zoals het hier voor ligt. Vormen van decreet, mevrouw, wel, u ziet ze hier samengevat. Hè. U ziet hier 1, 2, 3, 4, 5 vormen van decentralisatie. En we hebben ze allemaal doorgemaakt. Ja. Dus eigenlijk, jeugd, cultuur, sport hebben heel deze evolutie doorgemaakt van geen ruimte lokaal tot zeer veel ruimte lokaal, tot vrijheid lokaal. Maar dan wel in een veranderde lokale context, hè, zoals ik nu al een paar keer heel duidelijk heb proberen aan te geven. Dus u vindt hier alle vormen, we hebben ze allemaal doorgemaakt. En mijn punt is, we zijn op het eindpunt gekomen van heel die fase. En dus lijkt mij dit een logische volgende stap. Binnen een paar jaar zitten we hier misschien terug, hè, om te gaan discussiëren aan de hand van monitoring over nieuwe rollen die de Vlaamse overheid moet opnemen, of nieuwe ondersteuning die de Vlaamse overheid kan opnemen voor nieuwe werkvormen die ontstaan zijn op lokaal niveau en die heel erg de moeite zijn om die te gaan vermenigvuldigen naar andere gemeenten. Precies. Mag ik er trouwens op wijzen dat dat eigenlijk altijd al de gang van zaken is geweest. Hè? Bijna alle nieuwe vormen van cultuur, jeugd en sport zijn op het lokale niveau ontstaan, hè? Niet op het centrale niveau. Hè? Ze zijn pas geleidelijk aan overgenomen en tot veralgemeend Vlaams beleid verklaard. Dat is de realiteit. Hè? En ik hoop en ik ben er echt van overtuigd dat er op dit moment ook op lokaal niveau weer zo'n fase van innovatie kan komen. En mag ik even de doemdenkers dit te denken geven? Hè? Je zegt altijd van ja, wat gaat er gebeuren met die middelen? En er gaat gekort worden op die middelen. Wel, waarom zou de hypothese niet verdedigen dat er meer middelen zullen zijn? Ja, maar goed, ik bedoel maar, u verdedigt het ene. Wel, in een klassieke discussie over decentralisatie verdedig ik dan het andere argument. En zeg ik, tot nu toe waren die middelen geoormerkt. En dus zei de gemeente, wel, jeugdwerk, dat is alleen dat bedrag. Hè? Meer niet. Meer niet. Wel, als we nu gaan denken over nieuwe vormen van dienstverlening, waar die schotten wegvallen, dan is het niet uitgesloten dat ofwel die middelen efficiënter gaan worden, waardoor we dus in feite ook winnen. En zelfs, laat ons even overoptimistisch en voluntaristisch zijn, hè, dat er misschien meer middelen worden vrijgemaakt voor verruimde vormen van sportwerking, misschien meer dan er op dit moment gebeurt. Met deze mooie woorden. En optimistische, met dit optimistische verhaal sluiten wij af. Ik dank Philippe de Renk, maar ook alle andere sprekers vandaag voor hun inbreng. Maar voor de collega's, we gaan volgende week donderdag het debat nog eens goed voeren. Ik denk dat het een goede hoorzitting was en dat er veel dimensies ingebracht zijn. Bij deze goede avond.